Goedenavond. Sorry, mijn telefoon gaat. Het ging bij de eerste voorstelling ook al. Dus. Wat fijn dat jullie er zijn. En wat kan ik ontroerd zijn als ik allerlei mensen zie waarvan ik denk... oh ja, zij ook en zij ook. Mijn vader is bijvoorbeeld in de zaal. Wat ik spannend vind. Want ik weet nog wel dat ik met hem natuurlijk... Ik ben half Molux, mijn naam is Nathalie Toyosuta. En dat ik met hem sprak over de kapingen en wat hij daarvan vond. En dan hadden wij uiteenlopende meningen. Dus ik heb mijn zusje gebeld, mijn oudste zus, Mandy. En ik zeg, goh, Mem, bel jij even papa en zeg even dat ik dit ga doen. Want dan hoef ik het niet te doen. En vervolgens dacht ik, dan ga ik 2 dagen later bellen. Want dan ontvlamt het eerst en dan gaat het weer langzaam rustig worden. En dan ga ik daarna bellen. Hey pap, nee, ik bel zomaar. En omdat ik toch min of meer zijn toestemming daarvoor nodig had. Even kijken, ik ben de initiatiefnemer van Herdenken Vol Leven. Ik reis al 20 jaar voor mijn werk naar allerlei oorlogsgebieden. Omdat ik ook voor War Child werk. En daar allerlei documentaires maak over kinderen in oorlog. En ik heb altijd gedacht dat ik dat deed omdat ik... bijdrage wilde leveren aan de wereld, wat ook zeker zo is. Maar ergens was het ook gewoon een eerbetoon aan mijn oma, de moeder van mijn vader, die haar 2 kinderen verloor omdat zij werden meegenomen door mijn opa. En zij ze daarna nooit meer gezien heeft. En ik heb me als kind wel eens afgevraagd van waarom heet ik Sylvina Nathalie? En uiteindelijk begreep ik dat de eerste naam van mijn oma was. En toen ben ik het verhaal gaan ophalen. En toen was ik nog geen moeder. Dus toen was het voor mij meer van, goh, wat lijkt me dat heftig. En later, toen ik moeder werd en ik zelf 2 zonen kreeg, moest ik veel aan haar denken. Omdat de grootste angst voor mij persoonlijk was, alles mag me gebeuren, neem mijn armen, neem mijn benen af. Maar blijf van mijn kinderen af. En op het moment dat mijn kinderen de leeftijd hadden waarop mijn vader met zijn broertje en zijn vader naar Nederland kwamen, ben ik met onze kinderen en mijn man naar de Molukken gegaan. En heb daar een reis gemaakt op allerlei, los van de fysieke reis, maak je natuurlijk ook van binnen een reis. En dat was een indrukwekkende reis. Ik werk veel voor organisaties die met oorlog en vrede te maken hebben. Waaronder het Nationaal Comité 4 en 5 mei. En zoals ik al zei, War Child. Er staat een hele jonge foto van mij op toen ik in Israël-Palestina was. Waar ik een aantal malen ben geweest. Waar de scheidslijn tussen verzetstrijders en terroristen letterlijk en figuurlijk 1 muur is. Als ik aan de ene kant was, waar War Child met name werkt, waar de Palestijnse kinderen waren, in de vluchtelingenkampen, dan staan daar op de muren staan grote graffiti schilderingen van de jongens die zich hebben opgeblazen. Dat waren voor hun verzetstrijders, waren helden. Maar zo gauw ik voorbij die muur ging en ik in Israël was, waar we 1 programma draaien, daar waren dezezelfde jongens terroristen. Dus ontstond bij mij al de vraag, wie bepaalt wanneer iemand een verzetstrijder is of wanneer iemand een terrorist is? Bepalen wij dat zelf als mensen? Je eigen morele kompas? Doet de geschiedenis dat? Want als de Duitsers hadden gewonnen, nou, dan hadden we nu met z'n allen Duits gesproken en dat was het minst erg geweest. En was Hanni Schaft en alle andere grote helden waren gewoon terroristen geweest. Dus die vraag heeft bij mij altijd gespeeld. Ja, te laat, het wachtwoord. Ja, als je... Kom binnen. Hoort ook zo bij Molukken zijn, hè? Een beetje laat. Lekker, slamat, makan, minu. Fijn, hè? Ik ga me helemaal thuis voelen. Ik ga ook even. En ik ben ook de... initiatiefnemer van de herdenking Ereveld Vol Leven. Ik, zoals ik al zei, ik werk voor veel organisaties, waaronder Nationaal Comité, waarbij ik werk aan de herdenking op 4 mei op de Dam en 5 mei op de Amstel.
En waarbij ik me altijd afvroeg van, goh, dan sta je tegenover zo'n monument met de Dam. En dan komen de koning en de koningin voorbij en leggen krans neer, wat een prachtig moment is. Maar ergens miste ik het leven. En misschien heeft dat wel te maken met het feit dat ik gewoon veel meer met het leven heb dan met de dood. Dus op het moment dat ik me moet verhouden tot de dood, als ik moet herdenken, dan gaat er iets van mij ook naar achter of gaat misschien wel uit. Terwijl als je mij vraagt of ik het leven wil herdenken, dan stap ik vol in. Dus op het moment dat ik op het Nationaal Ereveld in Loenen was, waar 4000 Nederlandse oorlogsslachtoffers begraven liggen, van kinderen, verzetstrijders, militairen, ze liggen allemaal door elkaar. En het zijn vooral, veelal zijn het slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog, maar het zijn ook slachtoffers van de huidige VN-vredesmissies. Dus je ziet ook de datum staan, 2015, dat is de laatste, dat is Ernst Mullinger. En op dat ereveld zag ik al die stenen. En ondertussen dacht ik, goh, ze hebben hier geen eten, ze hebben geen drinken en ik heb geen bereik. Dus ik kon me niet echt verplaatsen in al die stenen waarbij ik dacht, goh, hier moet ik toch herdenken en het lukt me niet. En toen dacht ik, wat heeft nou wel veel indruk op mij gemaakt? En wat op mij indruk maakte, waren al die jonge levens die ik refereerde aan de leeftijd van onze eigen kinderen. En dan dacht ik steeds, oh, dat is jong en dat is jong. En toen wist ik het. Toen dacht ik, al deze mensen moeten nog één keer terugkomen. De 4000 mensen die daar begraven liggen, moeten nog één keer terugkomen, plaatsnemen achter de stenen, waardoor we ze nog één keer onder ogen moeten komen, waardoor we onbewust en bewust geroepen worden in, hoe gaan jullie nou om met de vrijheid? En nou, dat ze niet echt konden terugkomen, dat begreep ik. Maar ik dacht, wat we wel kunnen doen, is vragen of mensen van identieke leeftijd en het geslacht achter de stenen plaats willen nemen, waardoor het ereveld symbolisch tot leven komt. Dus die herdenking doen wij dit jaar voor het vierde jaar. Aanstaande vrijdag gaan we dat weer doen met 650 representanten en 3000 bezoekers. Vervolgens is dat dan, denk ik, nou, ereveld leven, vierde jaar, we gaan weer wat nieuws bedenken. En toen bedacht ik herdenken vol leven. Omdat ik denk dat het herdenken roept ons eigenlijk in het heroverwegen van onze eigen beslissingen. Van onze eigen besluiten, van onze eigen aannames en uitgangspunten en overtuigingen. Dus voor mij gaat herdenken vol leven gaat over hoe gaan wij nou om met onze geschiedenis in het leven. Ik las een mooie quote van Arno Grunberg. Die zei, als je de mensen werkelijk wilt leren kennen, dan moet je niet alleen maar naar de geschiedenis kijken, maar dan moet je kijken naar wat mensen met de geschiedenis hebben gedaan. Dat is veel belangrijker. Dus vandaar dat wij zijn begonnen met herdenken vol leven. En dit is ons derde of vierde avond. Dat weet ik niet meer precies. Vierde avond krijg ik door. En op vrijdag 4 mei, aanstaande vrijdag dus, doen wij overdag de herdenking in Loenen in Apeldoorn. En gaan wij 's avonds hier in het theater een muzikaal programma doen, waarbij, het is eigenlijk nog geheim, maar ja, het is moeilijk een geheim hebben met zoveel mensen, maar Treintje Oosterhuis met Josina, halfmoluks meisje, die een verpletterende auditie deed met het liedje Ken je mij, wie ken je dan? Gaan zij op die avond, 4 mei, hier in het theater, gaan zij samen een duet doen. En op die dag lanceren wij ook de clip, die we net gemaakt hebben. Dus er gebeurt van alles. En misschien heb ik het ook wel, was ik zo druk om niet helemaal te hoeven voelen wat ik vanavond hier ging doen. Want deze avond is voor mij wel de meest spannende. Omdat het niet gaat over iemand anders, of over War Child, of over het Nationaal Comité, of over Treintje, of over Marco. Of, nee, dit gaat over wie ik ben. En hoe ik mij verhoud tot de geschiedenis van mijn vader. En daarmee ook de geschiedenis van mijzelf. Dus, en ik werd heel blij toen ik al die mensen zag binnenkomen en ik kreeg ook iets intimiderends van, oh, nou moet ik het echt goed gaan doen. En juist dat ik moet het echt goed doen, kan je zo verlammen. Dus ik had besloten, nee, ik ga het helemaal niet goed doen. Dus ik was zo blij met die mensen die te laat binnenkwamen. Ik dacht, yes, ben we thuis. Wat gaan wij vanavond doen? Wij gaan vanavond luisteren naar verhalen. Verhalen die tot leven komen vanuit verschillende perspectieven. Het perspectief van de kaper. Het perspectief van de zoon van de kaper.
het perspectief van het kind wat toen gegijzeld werd. En natuurlijk ons eigen perspectief. En wij gaan met elkaar in gesprek. Yunus is de zoon van Tom. En hij zal met name in aanvang veel in theatervorm betekenis geven aan het verhaal van jouw vader. En Tom zal ik rechtstreeks interviewen en vragen over hoe hij tot deze destructieve daad gekomen is. En destructieve daad of destructief recht, zoals wij dat noemen, is eigenlijk het recht om de ander wat te mogen aandoen, omdat je vindt dat jou of jouw ouders ooit iets is aangedaan. En in al die landen die ik al 20 jaar bezoek, is dat eigenlijk steeds wat ik terughoor. Mensen vinden dat ze in hun recht staan, omdat hun onrecht is aangedaan. En daar heb ik het met Tom in onze masterclass uitgebreid over gehad. En toen dacht ik, nou, dat gaan we ook in de Bali doen. Alleen zijn er iets meer mensen. Ik denk, Yunus, jij bent er klaar voor? Of nog, sorry. Ja, dan ga ik je weer helemaal uit je... Heel kort. Ik kan me voorstellen dat er vragen of reacties zijn in de zaal over datgene wat we met elkaar gaan bespreken. Wat we met elkaar gaan delen. Of wat er opgeroepen wordt door ook liederen die gezongen gaan worden. Ik zou u willen vragen om na afloop pas deze vragen te stellen. En daar zal ik op het eind zal ik daar kort ruimte voor geven. Want voordat we het weten zitten we tot vannacht 4-5 uur. Maar dus ik zou u willen vragen om uw vragen nog even in te slikken of even bij te houden en te ervaren wat het vanavond met u gebeurt. En dan na afloop zal ik kort een aantal reacties vragen. Yunus, dan jou heel yes. graag het woord. Oké dan. Goedenavond allemaal. Mensen die met de livestream meekijken, hallo allemaal. Hi. Mijn naam is Yunus. Yunus Polnaya. Ik ben bruin, zoals je ziet. Dus ik ben niet wit, niet zwart, niet groen, geel, rood, paars, oranje. Gewoon bruin. Ik heb lang zwart haar in een knot. Zo. Dus ik ben niet kaal. Ik heb geen matje. Ik heb geen hanenkam. Ik ben niet blond en ik ben ook niet brunet. Ik heb gewoon lang zwart haar. Ik heb donkerbruine ogen. Kunt u het zien? Ja? Het is niet groen? Zeg even hard nee, nee. Nee, ook niet blauw? Nee, oké. Okay. Donkerbruin. En soms lijken ze zwart, het hangt een beetje van het licht af, zeg maar. Ik heb een baard, zoals je ziet. En ik heb een dikke neus. Nee, grapje. Ik heb tatoeages. 19 tatoeages. Ja, komen ze. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nee. 19. Yes. Dus ja, ik zie er best wel stoer uit, zeg maar. Een beetje... Badass. Valt mee, hoor. Ik ben heel aardig, netjes opgevoed, respectvol, sociaal, vriendelijk. Ja. Voor de duidelijkheid, ik ben geen Indiaan. Ik ben ook geen Mexicaan. Ik ben ook geen Arabier, al is mijn naam wel Arabisch. Ik ben geen Turk, geen Marokkaan, geen Pool, geen Surinamer, geen Antilliaan, geen Arubaan. Maar ik ben wel... Juist, ik ben Molux. Ik ben in Nederland geboren. Net als mijn ouders. Dus ik ben eigenlijk een Nederlander, maar ik ben ook Molux. Ja. Dit zijn mijn opa en oma. Elisabeth Chichi Wangsawinata en Chris Lumulis... Simon. Simon Lumulisanai. Chris is mijn oom die achter zit, sorry. Lumulisanai, ja. En daar komen we uit op willekeurige volgorde. Chris, Harry, Rita, Lena, Eli, Meti, Anna, Natalie en mijn moeder, Johanna Lumulisanai. En dit zijn mijn andere opa en oma.
Johanna Jo Polnaya Sahuwat. Johanna Jo Sahuwat en Frans Banchi Polnaya. En daar komen we uit op willekeurige volgorde. Otis, Ari, Leo, Johnny, Paul, Gita, Sarah, Toos, Atje, Jannie en mijn vader, Tom Polnaya. Ja, ja. En daar komen we uit. Mijn broertje en ik, Levi en Yunus. En ik heb een vriendin, Ida Kakisina. En we hebben samen een zoontje en die heet Manoui. Manoui, ja. Nou, als dit geen stamboom is, dan weet ik het ook niet meer. Ja. Het kan zijn dat je denkt, die man daaronder, die ken ik ergens van. Dat klopt. We lijken allemaal op elkaar. Grof gezicht, vallende neus, donker haar. Hij heeft ook iets gedaan, maar daar praten we straks wel over. Ja, dus mijn naam is Yunus Polnaya. Ik ben Molux en Nederlands. Nou, toen ik vroeger op school zat, had ik geschiedenisles. En bij geschiedenisles hadden we zo'n dik boek. En in dat boek ging een hoofdstuk over Nederlands-Indië. En in dat hoofdstuk ging een paragraafje over de Molukken. En dat werd uiteindelijk overgeslagen. En ik vrees dat dat bij jullie ook gebeurd is. Dus ik wil jullie graag meenemen door onze geschiedenis. Goed? Komt-ie. Maluku, ook wel bekend als de Molukken, is een eilandengroep van meer dan 1000 eilanden in de Bandazee. In een land dat we vandaag de dag kennen als Indonesië. Dubbelklik. Dubbelklik. De naam Maluku is afgeleid van Jazirat al-Muluk. Dat is een naam die Arabische handelaren hebben gegeven aan deze eilanden. En het betekent eiland der koningen. En de mensen die daar woonden, die werden Alifuru genoemd. Er zijn er verschillende theorieën over wat Alifuru betekent. Eén daarvan is het volgende. Alif is de eerste letter van het Arabische alfabet. En Uru zou mens betekenen, dus eerste mens. Alifuru. Het waren beruchte koppensnellers. Krijgersvolk. De Molukken waren erg gewild bij handelaren. Engelsen, Portugezen. En ook de Hollanders kwamen er maar al te graag. De Hollanders van de VOC. Ze kwamen daar vanwege de specerijen die daar groeiden. Nootmuskaat en kruidnagel groeiden alleen op de Molukse eilanden. Nou, als je een beetje fantasie hebt, kun je vast wel inbeelden hoe de Europeanen met elkaar hebben gevochten. Ze hadden twee schepen tegenover elkaar, kanonnen, kanonskogels. Uit de weg! Uit de weg. Want alles wat in de weg stond, dat ging dood. Dit leidt er onder andere toe dat Jan Pieterszoon Schoen, die kennen we allemaal, van de Koentunnel bijvoorbeeld. Dit leidt er onder andere toe dat Jan Pieterszoon Schoen duizenden Molukkers heeft vermoord op de Banda-eilanden. Waarom is dan de vraag? Ze stonden in de weg. En dit soort akkefietjes gebeuren veel vaker in de jaren van handel in heel Indië. We maken een sprongetje naar 19e eeuw. Het KNIL, het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, ging officieel van start in 1830 en was een beroepsleger dat bestond uit Europeanen, Afrikanen en inlanders, waaronder dus de Ambonezen. Deze Ambonezen kwamen van Manado, Timor, Noord-Molukken, Midden-Molukken en Zuidoost-Molukken. En van dit eilandje Saparua komt mijn familie vandaan. Alle militairen die in dienst gingen op het eiland Ambon werden Ambonezen genoemd. Nou, stel je voor, we gaan vandaag met z'n allen in dienst in Rotterdam. Dan zijn we vanaf vandaag allemaal Rotterdammers. Wat niet helemaal klopt, toch? Ik bedoel, iemand komt uit Utrecht, iemand uit Den Haag. En als je uit Amsterdam komt, dan wil je geen Rotterdammer genoemd worden. Dat is gevoelig. En zo was het ook met het woordje Ambonees. Maar goed, de legerleiding hechtte heel veel waarde aan het werven van deze Ambonezen. Zij werden gezien als krijgshaftiger, strijdlustiger en betrouwbaarder dan andere inlandse militairen. Ook stonden deze Ambonezen gelijk aan de Europeanen. De Ambonezen waren zich bewust van hun speciale status en ontwikkelden zo beroepstrots. Later werd deze gelijkheid wel weer teruggedraaid, maar ondanks dat bleven veel Molukse jongeren zich aanmelden voor het KNIL.
Dat kwam door het ontstaan van een traditie. Zonen traden in de militaire voetsporen van hun vaders. De Hollanders waren zo blij met deze Ambonezen dat er zelfs een lofboek verscheen genaamd Oom Ambon van het Kniel. Een soort van Bijbel, maar niet over Jezus, maar over de Ambonees. De Tweede Wereldoorlog. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog bezet Japan Nederlands-Indië. Alles wat bij Nederland hoort, wat op Nederland lijkt, wordt gevangen genomen en in jappenkampen gestopt. Strafkampen, met van die hele nare straffen. Seksslavernij, publiekelijke onthoofdingen met samurai-zwaarden. Al dat soort sadistische dingen, daar waren ze heel goed in, die Japanners. Mijn opa verdwijnt ook voor een aantal jaren in zo'n jappenkamp. Een aantal jaar weet mijn oma niet of mijn opa nog leeft. Ze hadden toen geen WhatsApp, kon je locatie delen, weet je wel, kan nu niet. Maar hij heeft het overleefd, ik ben er. Ja. August 15 1945. Japan geeft zich over nadat het is gebombardeerd. Mooi! Mooi, denken de Hollanders. Dan kunnen wij verder met onze kolonie. Maar daar willen Sukarno en zijn vrienden een stokje voor steken. 2 dagen na de overgave verklaart Indonesië zich onafhankelijk. Nederland heeft er geen boodschap aan en wil hoe dan ook, koste wat kost, Indië terugwinnen. Dit doen ze door middel van speciale troepen van het Kniel. Veel Molukse jongeren blijven zich aanmelden in deze tijd. Met de gedachte dat als Nederland weer de baas wordt in Indië, de Molukkers de baas zijn op de Molukken. Maar het mislukt. Want in 1949 is Indonesië onafhankelijk. De RI, Republiek Indonesië, en is tegen de afspraken in een eenheidsstaat. Dat betekent dus dat de Molukken niet van de Molukkers is, maar bij Indonesië hoort. De soldaten hadden hun toekomst anders voorgesteld en wilden graag naar hun eigen eilanden toe. Maar dat mag niet. Want Indonesië is namelijk bang dat de 4000 getrainde militairen de strijd om de RMS gaan steunen. Want op 25 april 1950 werd de RMS uitgeroepen. Republiek Maluku Selatan, Republiek der Zuid-Molukken. Nederland ziet het als een opstand van rebellen en neemt de zaak niet serieus. Op 18 september 1950 valt het Indonesische leger de Molukken binnen. Er is een tijdlang oorlog en uiteindelijk wordt de republiek ontbonden en de staatshoofd Dr. Christen Mukil wordt gevangen genomen en in 1966 geëxecuteerd. Als tijdelijke oplossing worden de 4000 militairen met hun gezinnen, in totaal 12.500 man, met troepenschepen naar Nederland gehaald. Dit is op dienstbevel, dus het moet. Sommige gezinnen worden gedwongen om kinderen achter te laten, omdat er een regel geldt maximaal 3 personen per gezin. Mijn opa en oma gaan met hun oudste zoon op zo'n schip naar Nederland toe. En voordat ze aankomen in de haven van Rotterdam, wordt mijn opa ontslagen uit militaire dienst. En niet alleen mijn opa, alle opa's. Als ze aankomen in de haven van Rotterdam, worden ze met bussen getransporteerd naar Amersfoort voor een keuring. En vanuit Amersfoort worden ze verspreid over verschillende Molukse woonoorden. Onder andere voormalig concentratiekamp Vught en voormalig doorvoerkamp Westerbork. Daar is mijn vader geboren. Mag ik die vader uitnodigen? Rechterstoel. Wat was nou het signaal wat ik kreeg? Sorry, ik krijg altijd signalen die ik niet helemaal opvolg. Waarom denk je? Dat is ook iets volgens mij een beetje eigen. Nou Tom. Hi. Zitten we dan? Waarom heb je WhatsApp gebleven? Hè? Hoe is dat voor jou om je eigen zoon dit te zien doen? Als ik het zo zie, dan is het de nieuwe generatie die het ook op een hele andere manier gaat aanpakken. Het is voor mij blijheid, vreugde om te zien dat hij het op die manier doet. De tijd van geweld is voorbij. Maar vind je het ook spannend? Ik vind het spannend. Ik vind het ook dat hij het goed brengt. En ik vind het gewoon geweldig. Ja, want ik moet je zeggen dat die geschiedenisles die jij geeft
in een hele prachtige PowerPoint-presentatie met allerlei graphics en effecten. Dubbelklik. Klik, klik, klik. Dat is een les die volgens mij heel veel kinderen overslaan. Ja. En die heel veel mensen niet weten. Want wij hebben een ontmoeting gehad op een academie die ik heb opgericht. Ja. En waar het ging over destructief recht, waarbij behoorlijk wat Nederlanders waren. Ja. En die na afloop zeiden, dit verhaal ken ik helemaal niet. Ik heb nooit geweten dat het zo zat. En toen spraken we uit, nou dan gaan we het nog een keer doen. Nou, hier zijn we. Hier zijn we, ja. Maar ik heb natuurlijk weer nieuwe vragen, want ik heb jouw verhaal is uitgebreid helemaal uitgeschreven. Want we hebben dat helemaal opgenomen toen met een aantal camera's. En Yunus eindigde met het feit dat zijn opa, maar ook mijn opa, ontslagen werd. Wat natuurlijk ook een vernedering is, denk ik. Ja. Dat vul ik in, hè? Zo heb ik dat ervaren. Maar kun jij iets vertellen over hoe jij dat bij jouw ouders zag? Ik heb een liefdevolle vader. Die is opgegroeid in de kampong, zeg maar, in het dorp waar hij geboren is. Hij is allereerst was die afgekeurd vanwege zijn platvoeten. En dat hebben de meesten, denk ik. Ja. Ja. Maar, oh, wat hij, fijn. Ja, maar hij ging voor de tweede keer en heeft hij zijn voet gekromd en hij werd aangenomen. Ja. Shit. Ja, en nou, om een heel lang verhaal kort te maken, ze kwam in kamp Westerbork, Schattenberg. En zij konden alleen maar één ding. Ze hadden één ding voor ogen, het waren militairen die alleen maar opdrachten kregen. En ze hadden het alleen maar dat soort dingen voor ogen. We gaan vermoorden of we worden vermoord. Dat zijn die houdingen die ze hebben. Maar in die frustraties, dat ze toen ontslagen werden en in het kamp bleven, of verbleven, die frustraties konden niet weg. Die, op een gegeven moment zie je dat het daadwerkelijk tegen elkaar inging. En het ging wel eens heftig aan toe. Ja. En wat bedoel je met heftig aan toe? Ze gaan elkaar tegen elkaar tekeer. Soms met kleiwangs, met parangs, zwaarden. En dan zie je dat die frustraties die zij bij zich hebben, die hebben geen uitlaatklep. Ze kunnen zich niet mondig maken tegenover de Nederlandse regering bijvoorbeeld. Daar hadden ze leiders voor waar ze niet altijd mee eens zijn geweest. En zodoende escaleerde het soms daar binnen in het kamp. En op een gegeven moment dan hebben ze allemaal een doel voor ogen. Het was niet eerst de RMS. En toen later werd het de RMS. Maar ze dulden geen andere mening. Dat je een andere mening op nahoudt, dat is helemaal mis, helemaal verkeerd. Er waren bijvoorbeeld een groep van partij Leyasa. Zij gingen alleen maar voor dat wij zijn hier naartoe gehaald en jullie zullen ook voor ons zorgen. Dus ze bleven elke dag in die kleding, in de soldatenkleren. Elke morgen gingen ze appel, de Nederlandse vlag omhoog. En zij deden alles puur in de vrede met gebed. En dat vond ik heel, heel bizar eigenlijk. Want hoe oud was jij toen, als je dit vertelt? Ik was een jaar of 5, 6 in de groeiperiode. Eerste klas lagere school. En toen maakte ik ook die dingen mee. Want ze marcheerden eigenlijk wat wij noemen op een plein. Batu Krikil, daar marcheerden zij. En tot op een gegeven moment, toen miste ik 2 vrienden in de klas. Gerson en Levi. En Gerson, de vader, die was de leider van die groep Leyasa. Dat was Gerson Leyasa. En ik vroeg de juf, juf, waar is Gerson en Levi? En de juf die zei van, ja, ze zijn ziek. Maar ik dacht, dat kan niet, want gisteren hadden we nog met elkaar gespeeld. Dus 12 uur pauze, toen ben ik naar hun huis gegaan. En wat ik daar aantrof, dat was heftig. De ramen waren eruit, pannen, potten, kleren, eten, alles lag op straat. Toen was het eigenlijk een reis van mij geworden,
waar de trauma is binnengekomen. Dat hoe die frustraties dan onderling waren, mondde uit dat het mijn vrienden zelf onder moest lijden. Mijn vader die sprak nooit over RMS of over dat soort dingen. En dat ervoer je pas later in jouw groeiperiode, dat je dan die dingen ziet gebeuren. Ja, want jij begon zo mooi met een eerbetoon aan jouw vader door te zeggen, ik had een hele liefdevolle vader. Ja. Dus hij was niet de man die het plein opliep en de... Of hoe zeg je dat? Hij was niet degene, misschien wel het plein opliep, maar hij was niet degene die ging vechten met allerlei mensen. Nee, nee, nee. Hij was dat, wat dat betreft, misschien had mijn moeder hem strak in de hand. Nou, hoe kan dat nou? Ja. Hele nieuwe inzicht. Ja. Ja. Maar het is heel veel anders dan zijn broertje. Die woonde ook in het kamp. Maar die die liet zijn frustratie zien door te drinken. En kortom, ja, hoe een man eigenlijk ging reageren. Ze gaan naar de kantine, biljarten. Maar dan mond het vaak uit op vechtpartijen en zo. Op die manier. Maar mijn pa die bleef maar vaak thuis met... Wij waren... Met jouw liefdevolle moeder? Met mijn liefdevolle moeder, ja. Want het voordeel daarvan was ook, mijn moeder die sprak Nederlands. Haar vader die had een rang in de kniel en die zat in Bandung geregerd. En zodoende kon mijn moeders kant, ze konden allemaal naar school, naar de Nederlandse school. Dus ze leerden allemaal ook Nederlands, maar ze leerden ook de provincies hier in Nederland. Nou, dat is toch echt een groot voordeel. Dat kan een groot voordeel zijn, achteraf wel. Ja. Dus op die manier dan. Ja. Maar als ik het goed begrijp, hè, want ik ben iets jonger. Aardig, hè? Want ik ben uit 1968 en jij bent uit? 59. 59. Want ik ken die situatie veel minder. Ik heb volgens mij maar 3 jaar op zo'n kamp gewoond. In de omgeving Nijmegen-Elst. Maar wat jij omschrijft klinkt eigenlijk als een situatie waarin er weinig rust was. Waarin er veel spanningen waren. Die leeftijd toen van mij... prefereerde eigenlijk dat jongeren eigenlijk zo'n kampleven hebben moeten ervaren. Oh. Wij hadden veel vrijheid. We zaten vaak in de bossen. Voor ons was het jagen, maar voor de Nederlanders was het stropen. Dus, maar ja. Verschil van perspectief. Precies. Verschil van perspectief, daar gaat het hier vanavond ook over. Ja, ja. Dus wij wisten hoe wij aan eten kwamen en ook aan van alles en nog wat. Vissen, alles. Ja. Mais. Mais. We hebben hele zakken mais aardappels, gehad. Ik zeg, pap, waar komen die vandaan? Die staan helemaal niet bij de Albert Heijn van die grote vuilniszakken met mais. We hadden hele vuilniszakken. Ja, ja. Dus op die manier, dus in dat kampleven was voor jongeren was het gewoon... Ideaal. Ja, we hadden geen deurbel. De deuren stonden altijd open. Dat kun je tegenwoordig niet doen. Dan ben je alles kwijt. Maar toen destijds kon het. Ja. Maar jij zegt inderdaad, het was, je kan het als een hele idyllische omgeving zien. Hè? Waarin iets overeind gehouden wordt van de kampong daar. Ja, precies. Maar in feite hou je iets in stand... Binnen een gemeenschap wat al lang geen kampong meer is, maar wat bestaat uit een aantal provincies die jouw moeder uit haar hoofd kende. Maar het was een hele andere situatie. Het was een hele andere situatie. Maar voelde jij je Nederlander? Nee, op dat moment dan voelde je niks. Het is de vrijheid die je daarvan geniet. En het is net wat je ook zegt. Mijn vader die hield een tuin. En het is ongeveer 500-600 meter van ons huis vandaan. Dus wij... Om te oogsten, dan loop ik met hem mee. Hij leerde mij hoe die dingen eigenlijk in de kampen waren en zo. Dus ik had er echt schik in, ja. Alleen de zon scheen niet altijd. De zon scheen niet altijd, maar hoeft ook niet. Ja. Anders groeit dat spul gewoon natuurlijk niet. Ja. En, maar wanneer kwam jij in contact met de wanneer besefte je dat dit niet een kampong was, maar dat je onderdeel was van een Nederlandse gemeenschap? In het kamp. Dan had je de bakker, de elektricien, dan had je de timmerman. Ze heetten allemaal Jan. Jan Lampoe. Het zijn gewoon geen originele mensen. Ja, Jan Lampoe, Jan Senie, Jan, noem maar op, Jan. Ze heetten allemaal Jan. Dus, ja.
waren een soort Ambonezen, maar dan allemaal Jannen. Maar nee, dat zijn gewoon Nederlandse mannen. Ja, ja. Ja, maar zoals, ja. Zoals we... Daarom is het bij ons misschien Cassie Jan. Aan Jan geven, ja. 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 Maar wat ik me namelijk ook zo herinner is dat jij zei dat de grote stad... was hoeveel kilometer bij, jou, bij jullie vandaan? Assen is 12 kilometer van ons vandaan. En Hooghalen een kilometer of 6, 7. Maar waren jullie daar met enige regelmaat? Nee. Het was voor mij eigenlijk, als je een busreis maakte... dat je dan helemaal naar Assen moet gaan. En ik was nog een ukkie, ging met mijn moeder mee. Mijn moeder die had een winkeltje. Ze verkocht allerlei dingen. Soms tegen de kerst dan haalt ze ook vuurwerk, zeg maar. En dan moeten mijn broers mee. Maar gewoon voor het uitgaan daar, naar de markt of zo, dan ga ik... ben ik één keer, dat ik me nog kan herinneren, met mijn moeder meegegaan. De enorme busreis van 12 kilometer. Ja, ja. En weet je nog wat je toen zag? Of wat je, heb je daar nog herinneringen aan? Een hele hoop. Wat als eerste ging gebeuren, is dat ik die bomen allemaal voorbij zien gaan. Dat ik dacht, ja, ik heb nog nooit in een bus gezeten. Ja. Maar wat dacht je van die bomen? Ja, dat die bomen ons eigenlijk van ons weg renden of zo. Ja. Geweldig, hè, hoe ja. Kinderen dat dan zien. Ja. Maar, en op het moment dat je dan op de markt in Assen komt, daar, wat zag je toen? Want toen zag je heel veel blanke mensen. Je zag heel veel blanke mensen. En het enige wat je doet, is je moeder de kain vasthouden. Het is daar zo druk en het is iets nieuws voor mij, dat ik... ja, ik schrik dat ik zoveel blanke mensen zie. Dan buiten al die Jannen om. Ja. Ja. En je wist zeker dat ze niet allemaal Jannen eten? Nee. Maar begrijp ik het goed, Tom, want we kunnen er natuurlijk om lachen, maar en dat moeten we ook vooral blijven doen. Maar jij schetst eigenlijk voor mijn gevoel een eigen wereld die jullie gecreëerd hadden, waarin je ook nog zegt, eigenlijk vond ik het daar heel fijn. Ja. Want ik had een liefdevolle vader die mij leerde jagen. Het andere woord skippen we gewoon. Ja. En waarin ik één keer naar Assen ben geweest. Ja. In een hele lange busreis van 12 kilometer. Waarbij de bomen ons achterna kwamen. Wat een spannend leven heb jij gehad. Ja, in het kamp zelf was het echt voor mijn opgroeitijd was het gewoon een geweldige tijd. Ja. Ja. Maar naast die geweldige tijd vertelde jij mij toen ook dat je ook mensen, dat het heel gewoon was dat mensen met, zeg je dat, revolvers of geweren rondliepen. Dat was in die de tijd, zeg maar, richting de 70, jaren 70, had je nog twee grote partijen over heel Nederland. Je had de KPK, dat is van Manusama kant, president Manusama. En je had nog een kolonel Tamaela die uit de Mlukken is gekomen, waar een andere groep is ontstaan. En die waren nogal militaristisch, maar ja, dat waren alle Mlukkers. Soms denk ik van, ja, wij houden van wapens. Het is dat wij het ook geërfd hebben van onze ouders. Ja. En die tijd, wat ik dan als kleine jongen had meegemaakt, ja, je kijkt alleen maar tv, je zag John Wayne. Maar daar zie je dat John Wayne ja. Van die cowboys, ja. Die zie je gewoon rondlopen. Maar allemaal pistolen naast een, op de heupen. Maar dat zag jij ook gewoon buiten? Dat zag ik gewoon buiten, ja. 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 Nee, dus het is eigenlijk ook gewoon een omgeving die zo ver weg stond van die 12 kilometer verderop in Assen. Ja. Met alle Jannen of Kezen of... nou, verder kom ik niet. Nee, dus volgens mij een situatie waarin je natuurlijk nogmaals kan zeggen, het was idyllisch. Maar ergens wist je ook, op een dag gaat daar iets heel anders gebeuren. Nee, dat had ik nooit in gedachten gehad. Maar wat ik wel had gezien, is dat de ellende van een volk daar binnen in die kamp... Je kon niet begrijpen waarom het zo heeft afgespeeld. Tot op een gegeven moment dat ik van school naar huis liep... en mijn eigen neef die zegt, hey, missie, ik weet niet eens wat dat woord betekent. En ik wist niet eens waar het vandaan kwam. En toen ben ik thuis aangekomen, heb ik mijn broer gevraagd, ik zeg, wat betekent missie, joh?
En toen kwam de uitleg rustig aan naar binnen bij mij. Jouw vader, die staat achter die militante kolonel. En die andere die dat heeft uitgesproken, die staat achter Manusama. En we zijn familie van elkaar. Maar je ervoer gelijk de vijandigheid. En die tijd leefden we. We hadden zelfs een kast. En toen heb ik er zelf opgeschreven, boven Smilde. Als ik me niet vergis, Berberisstraat 17 had ik opgeschreven. Maar vanwege de keus van mijn vader kwamen we helemaal niet eens boven Smilde binnen. Er werd een speciale nieuwe wijk gebouwd waar mijn vader, de aanhangers van Tamaela, die kwamen daar in Assen. En die heette toen wijk 2. Dus je had nog een hele grote wijk waar ze in 1963 vanuit het kamp naar Assen zijn vertrokken. En wij kwamen in 1970. En 2 jaar later kwam nog een derde wijk. Dat is wijk 3 dan. En dat waren ook aanhangers van Tamaela en aanhangers van destijds van Leyasa. Nou, begrijp ik het goed dat je zegt dat jullie op een gegeven moment uit de idyllische omgeving weggingen? En hoe, als laatste, hoe was dat dan, het moment dat je vanuit die omgeving naar ineens een woonhuis en een woonwijk ging? Nou, dat was gewoon een trauma voor mij. Ja. Wij in het kamp, dan draaide je een kraan en als je het volgende week nog aanstaat, dan is het oké. Ja, toch? maar bij mijn ouders thuis, ik draaide het kraan, zonder dat ik wist, had ik die knop in mijn handen. Ja, het is nieuw voor ons. Het was een gijzer en ik zag vuur. Want wij hadden vroeger geen warm water. We moesten 80 meter lopen om heet water op te halen bij de stoom. En dat was het kampleven. Veel meer buiten dat weten we ook niet. Nee. Heel goed. Wij blijven zitten. Ja. Je neus. Boven aan de trap staat een klein, bruin oud mannetje. Hij is kaal. Hij heeft nog van die grijze plukjes haar aan de zijkant van zijn hoofd. Draagt een bril met van die dikke champotglazen. Heeft een polo aan. Een witte polo met alle knopjes keurig dicht. Keurig in zijn pantalon gestopt. Een grijze pantalon met van die strak gestreken sneeën, weet je wel. Voep. Aan zijn voeten witte sportsokken en slippers. Om zijn rechterpols een armband met van die heavy metal spikes, vraag me niet waarom. En op zijn linkerarm een tatoeage. F, J... Polnaya. Dat is mijn opa. Opa Bantje. Ja, opa? Jong! Mari! Denga, jong, denga. Bapa mu. Dulu masu skola. Ling senjata. Untuk Hermes. Bahaya. Ja, opa. Ik heb geen idee wat hij zegt. Ja, opa. Sura nyong, turun sura. Ayo, bepun chuchue. Die avond zit ik met mijn moeder voor de tv. Even kijken, doet hij het of doet hij het niet? Ken je dat nog? Doet hij het of doet hij het niet? Ja, leuk programma. Mijn moeder op de bank en ik voor haar tussen haar benen in. Mam, opa zei vandaag, papa mu, dulu, masu skola, senjata, Hermes. Wat betekent dat? En ik zie dat mijn moeders gezicht vertrekt. Tommy, je ding aan mu, Juno zegt het nog een keer. En ik herhaal de woorden van mijn opa. Papa mu, dulu masu skola, ning senjata, untuk RMS. Ook mijn vaders gezicht vertrekt. Wat zeg jij dan? Tom, zeg jij dan? En jij hebt toch gedaan? Tommy. Yunus, kom even naar papa zitten. Naar mama zitten, hier. Ja, kom maar.
Vroeger, toen papa jong was, papa was 18, toen heeft papa iets stouts gedaan. Ja, en daarom moest papa naar de gevangenis. Wat heeft papa gedaan dan? Ja, wat heeft papa gedaan dan? Papa was vroeger heel erg boos op de mensen die de baas zijn in het land. Ja. Opa en oma die wilden heel graag naar huis. Maar dat kon niet. En papa en zijn vrienden die wilden graag dat de mensen die de baas zijn in het land, dat ze gingen luisteren. En toen hebben vrienden van papa mensen gevangen genomen in een trein. En toen hebben papa en zijn vrienden mensen gevangen genomen op een school. En ze hadden ook wapens bij zich. Heeft papa mensen doodgeschoten? Nee, natuurlijk niet, zo gekkie. Tom, zeg eens wat. Tom? Vind je papa stom? En dit is een vraag die mijn moeder me vaak stelde. Vind je papa stom? Schaam jij je niet voor je vader? Ben jij niet boos op papa? Nee. Is toch mijn papa? Ja, papa is jouw papa, tuurlijk. Nou, drink je thee op en ga slapen. Zet u maar in. Bitter blijven. Beta belayar jauh dari Ambone, di sana barang baru beta menyesali, mengapa beta mau diri begini jauh dari pangku mama, sungguh asing lawange. Syo apa tempo beta pulang ke Ambone, gunung terpele. Oh mari mama gendong beta, lambawa pulang dulu ke tanah yang ku cinta, Ambon manise. Ik ga even aan Lisette vragen, mijn collega die boven zit, of het filmpje klaargezet kan worden. Want dan denk ik dat ik daar eerst even naar zou willen kijken. Op 23 mei 1977 beginnen om 9 uur 's ochtends twee gijzelingen. In Bovensmilde gijzelt een groep Molukse jongeren ruim 100 schoolkinderen en hun onderwijzers. Een andere groep Molukse jongeren gijzelt ruim 50 treinpassagiers bij De Punt. De kapers eisen dat Nederland een vrije Molukse staat erkent. De middag duurde lang hier in Bovensmilde vanmiddag. In bijna ieder huis van de nieuwbouwwijk rondom de openbare school heerste de angst over één of meer kinderen uit het gezin die gegijzeld werden. Eerste nacht kon ik niet slapen, het vond ik zo hard en ik kon er niet aan wennen. En bij de tweede nacht ging het al beter en je kon haast niet meer merken dat het een gijzeling was. Ze gingen aardig met je om. En als je ging slapen, vroeg ze altijd, lig je zo lekker? Heb je genoeg deken? En als je geen deken had, kreeg je zo'n deken. Het was een dramatisch moment toen de gegijzelde kinderen in de school in Bovensmilde dit 2 dagen na de overval in spreekkoor riepen. Weer 2 dagen later werden als gevolg van een besmettelijke ziekte, zoals het genoemd werd, alle kinderen vrijgelaten.
Maar toen de bus was weggereden, bleven vier leerkrachten in gijzeling achter. En ook voor de mensen in de trein duurde de nachtmerrie voor. Bijna drie weken na het begin van de gijzelingsacties in Bovensmilde en bij de Punt, besloot de regering gewapenderhand daaraan een einde te maken. Straaljagers vliegen met oorverdovend lawaai over de trein en kikvorst. Geen idee waarom die vastloopt, maar dan kunnen wij gewoon, volgens mij. Geen idee. Lisette, hij mag van mij ook uit hoor. Zo fijn dat er gewoon maar iemand boven zit. Die dat dan gewoon regelt. Hoe is dat voor jou als jij, want ik zit er nog naar te kijken en ik kan het nog als kind zo herinneren dat deze beelden er waren en dat het zo onrustig was. Ik woonde in zo'n Molukse wijk in Elst, Gelderland. Maar hoe is het voor jou als jij deze beelden weer ziet? Wanneer ik deze beelden terug zie, er is in de tussentijd al zoveel in mijn eigen persoonlijk leven veranderd. Ook in mijn denken is heel veel veranderd. Maar als ik daarin terugkijk, dan zie ik het verleden wat ooit heeft afgespeeld in mijn persoonlijk leven. Het spijtige is dat ik mijn kameraden, die ben ik kwijt. Maar het leven gaat door. En het leven gaat door met een hele andere perspectief nu. Dit is een drive voor mij geworden. En wat jij net zei, er is iemand boven die dat regelt. Ja, toch? Ja. Maar het is een hele andere iemand dan een mens die dat regelt. Hij heet geen Lisette. Dit geen Lisette, ja. Maar in datgene wat dat is geregeld in mijn leven, dat het een hele ommekeer is geworden. En waar geweld eindigt, daar begint de liefde. En dat is op een hele manier die ik zelf niet eens in de hand heb. Ik heb die dingen ervaren in die tijd dat ik nog helemaal gefrustreerd was. Zelfs toen de kinderen al erbij waren, zat de frustratie nog heel hoog. Alleen durfde ik de verantwoordelijkheid te dragen om de kinderen op te voeden. En die wordt weer teruggebracht naar, je hebt kinderen gegijzeld. Het heeft een tijd lang geduurd voordat wij ook kinderen konden krijgen. We hadden altijd mijn vrouw die zegt van, ja, dat komt door jouw verleden. Deels is het waar, omdat ook die dingen die wat erin zijn, die moeten er ook eerst uit. Maar ze waren er al. En toen kwam de verantwoordelijkheid als vader om, het wordt nu tijd om het anders te doen. Ik kan hem niet. Younous, hij kon tot zijn vierde kon hij geen Nederlands praten. Ik was zo gefrustreerd dat hij alleen maar Maleis moest praten. Zelfs zegt mijn vrouw van, Tom, dat kun je niet maken. Joh. Ik zei, wat kan ik niet maken? Ja, toch? Maar dat was die frustratie. Ja, toch? Maar tot op een gegeven moment is het prijsgeven. In het halstarrig willen vasthouden, glipt het wel tussen de vingers door. Maar voordat we daar zijn, hè, Tom, want ik wil nog heel even terug naar, want jij zegt net, mijn kameraden zijn er niet meer, hè? En dan heb je het over de jongens in de trein, denk ik. Maar voor een aantal, dat klinkt, kameraden, want het waren ook jouw kameraden. Ja. Maar voor een aantal andere mensen waren het natuurlijk gewoon terroristen. Het zullen altijd mijn kameraden blijven. En ze mogen ze noemen hoe ze zelf willen invullen. Ja, toch? Maar één ding kan ik aangeven. Als wij alleen maar beginnen te graven, en ik kan zoveel dingen opsommen. Maar waar komt dat eind? Waar komt dat eind wanneer wij eigenlijk... Ik moet eerst even vertellen. Ik raakte jou kwijt, dus ik denk, ja. Ik hoop dat hij het ergens weer oppakt. Ja, ik vond een papiertje met afgelopen 25 april. En ik liep daar en toen zei een neefje van mij, opa, u heeft wat laten vallen. Dus ik dacht, het zal wel van mij zijn. Dus ik pakte hem op en ik zette hem in de tas. Thuis aangekomen, denk ik, hé, dit is wat anders.
Het was Martin Luther King Jr. En hij vertelde en hij vertolkte daar: alleen de kracht van liefde kan jouw vijand veranderen in een vriend. Zo, dat kwam bij mij binnen. Ja. Het alleen... was afgelopen 25 april. Afgelopen 25 april. Het was echt boven iemand die het regelt, hè? Alleen liefde als kracht kan een vijand veranderen in een vriend. Ja. En zodoende heb ik die verandering eigenlijk mogen ervaren. Wat ik zie als een bevestiging. Mijn kameraden die blijven leven in mij. En in datgene van waar zij achter stonden. Eigenlijk was het de onrecht die wij eigenlijk proberen aan te geven. Politiek bewust was ik helemaal niet eens. Maar wat mij wel is binnengekomen waren al die trauma's die gingen opstapelen. Tot op een gegeven moment... Maar trauma's van jezelf of trauma's van je vader en moeder? Trauma's van het hele volk ook nog erbij. Die, al die ellende die je dan daar zag in het kampleven. Tot op een gegeven moment is het net alsof een vulkaan dat alleen maar op uitbarsting wachtte. En zo in de jaren dat er kwam, jaren 70. Het begon al in 1970 toen met de bezetting van de Indonesische ambassade in Wassenaar. En het was eigenlijk die tijdsgeest ook in de 70er jaren dat er vele terroristische groepen, wat ze noemen terroristische groepen waren, die zijn dan op gaan staan. De Grapo, de ETA, de IRA, de Baader Meinhof groep, alles begon toen te ontwikkelen. Hoe oud was jij toen? Ik was toen in 1970 was ik 11 jaar. En de spanning voelde je ook daar in die wijken ook. Dat toen het gebeurde. Het is alsof wij met ze vertolken eigenlijk ons gevoel. Wat die ons... andere terroristische organisaties? Nee, diegenen die dan de Indonesische ambassade zijn binnengegaan. Ja, toch? De onvrede wat wij hadden, dat werd dan vertolkt door hen, door die bezetting. En wij leefden verder. En toen kwam het dan met 27 december, de Vredespaleis, dat soort demonstraties. Dat speelde toen allemaal af. En tot op een gegeven moment, toen kwam Wijster in 1975. En ja... Dat was... En toen was je dus 16? Toen was ik 16, ja. 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 En toen was het heftig, omdat toen daarna ook, toen ze zich hadden overgegeven, toen kwam de rechtszitting in Assen met beloftes van de Nederlandse regering. Ze gaan het anders aanpakken en commissies werden in het leven geroepen, commissie... Kubben-Mantou of zo kwam er ook nog bij. Maar er veranderde niks. Het werd alleen maar loze beloftes telkens weer. En toen kwamen we eigenlijk tot die daad om in 1977 eigenlijk dingen te gaan doen. Maar je zegt dan kom je tot zo'n daad, hè? Ik heb nog allerlei andere vragen, maar... Want zo'n daad, hoe gaat dat dan? Want ik bedoel, een school gijzelen, ik ben zelf moeder. Ja. Hoe kom je dan? Zit je dan op een ochtend aan tafel en zeg je tegen je kameraden: nou, wat zullen we gaan doen? Hoe ontstaat dan zoiets? Het is ontstaan doordat wij ook naar de activiteiten gingen kijken. Er werden nooit kinderen gegijzeld. En wij dachten: dit is het moment eigenlijk om die kinderen als troef te gaan gebruiken. En zo kwam die gedachtegang, die idee. En toen was het heel snel met de besluitvorming. En hoe bedoel je het? Want er is niemand die zegt, doe even helemaal normaal. Van kinderen blijf je altijd af. Dat hebben wij eigenlijk ook vanuit de gelederen ook gehoord. Wij tolereren de treinkaping, maar wij tolereren de schoolgijzeling niet. Dat kregen we te horen ook daar binnen in de wijk. Want jullie hebben het in de wijk besproken? Nee, dat hebben we niet in de wijk besproken. Maar blijkbaar is het van binnenuit al ten gehore gekregen. Dat ze dan tot die
zeg maar, tot die beslissing zijn gekomen. We kregen een dreigbrief nog van de BVD en de politie is op de hoogte wanneer jullie naar die school zullen gaan. En zodoende hebben we al ons eigenlijk alles op scherp gezet toen we richting school liepen. En is er dan niets in jou, want je bent 18, wat gewoon denkt terwijl je naar die school loopt, dat je denkt, we zijn knettergek? Nee, we doen het. Ja, het is genoeg geweest. En wat is het? We doen het, we gaan die daad plegen. Ja. Want je dacht, of je was ervan overtuigd dat je in je recht stond? Wij, op dat moment, dan is er geen gedachte meer, maar je denkt met je hart. Dat gevoel speelt een grote rol. Maar ik zou zeggen, als je denkt met je hart, maar dat is mijn interpretatie, ja, hè? Dan denk je van, je hebt net gebruikt de woorden liefde, hè? Dus in je hart zit liefde en compassie. Ja. En op het moment dat daar dan kinderen van 9, 10, 11 zitten, ja, dan kan je niet met je, tenminste zo hoor ik het dan, dan denk je met je hart, denk ik, ja, nee, als je met je hart denkt, denk je blijf van die kinderen af. Ja. Als je vanuit een trauma denkt, ja, dan denk je vanuit een versteende hart. Dat snap ik beter. Ja, ja. Dan ga je ervoor. Ja, en ik zeg het ook met de wetenschap dat hier een kind is, ja, die toen gegijzeld werd. Dus ik kan me voorstellen dat dat best, hoe zeg je dat? Dat het veel, ik vind het al heftig om te horen. En ik, Geert, jij krijgt zo het woord hoor. Maar op momenten dan, en met hoeveel mensen waren jullie? Wij waren met z'n vieren. En hadden jullie wapens? Of waar kwamen die wapens vandaan? Wij hebben wapens. Waar het vandaan kwam, van de rest, dat weet ik niet. Maar ik weet wel één ding. De pistool van mijn vader heb ik meegenomen. En waarom had pistool van de kniel. Ik ben ergens achtergekomen door mijn broer. Die vertelde waar het zat en ik heb het gewoon meegenomen. Ja. Maar wist je wel, bedoel, zaten er überhaupt kogels in? Of wist je dat helemaal niet? Wij moeilijkers houden van wapens. Destijds wel. Oké. Ja, ik ben half Nederlands ook, dus dan moet ik even schakelen. En, maar dan loop je zo'n school binnen. De school is al begonnen. Hoe laat was het? Dat was 's morgens. Dat was al begonnen. We hadden eigenlijk waren we eigenlijk met te weinig man. Voor zo'n grote school. Hoeveel kinderen zaten op die school? 105 kinderen of zo. En ik moest naar de achterste gedeelte van de klas. De achterste klasse moest ik daar naartoe. Maar ik was wel in spanning. Maar dan loop je zo'n schoolplein op. Ja. Met z'n vieren. Ja. En dan doe je de deur open. Ja. Dan loop je naar binnen. Dan loopt ieder de richting op waar ze moeten zijn. En, dan zie je onderwijl, zie je kinderen? Onderwijl zie je kinderen in de klas, ja. Dus op een gegeven moment kwam ik helemaal niet tot achter in de school. Toen was een maat van mij, die is al vooruit gegaan. En die heeft de kinderen daar in de aula gestuurd, allemaal. Maar op het moment dat je dan die kinderen ziet, hè, 9, 10, 8, 11... en je kijkt ze in de ogen, word je dan niet, is er geen moment geweest dat je dacht, dit klopt niet? Nee. Er is helemaal geen ene moment. Ik denk als je verbitterd bent, dat je dan ook geen zicht meer hebt. Ja, dan is het, gewoon gaande voor. Ja. Ja, want als ik het me goed herinner, want wat betekent jouw achternaam, Polnaya? Polnaya, dat betekent omhels mijn kinderen. Ja. Ja. Maar dat is best heftig, toch? Dat is best heftig, ja. Dat is best heftig. Ja. In de loop van de tijd begin je dat pas te snappen. Ja. Ja. En dan toch nog even terug naar de school, hè? Want dan ben je in die school. Wat zeg je dan tegen zo'n... Ja, ik probeer even me voor te stellen. Ja. Zeg je dan tegen de juffrouwen en meesters... wij nemen de school over. Hoe ging dat? Ja, je haalde gewoon een wapen tevoorschijn en dan weten ze genoeg. Dan is het alleen maar de hoofdbeweging van die kant op. Dan gaan ze weg. Gaan ze mee. Ja.
En zaten er ook Molukse kinderen? Er zaten Molukse kinderen ook. Die hebben wij naar huis gestuurd. Zullen ze hier niet een dank hebben afgenomen? Er zijn velen waar ik ook later heb moeten goedmaken met hen. Ja. En, maar heb je dan het voornemen? Wat was het plan? Wat was het plan? Het plan was om, om de kinderen als troeven te gebruiken. En om de Nederlandse regering tot een knieval te brengen. Buiten dat waren er eisen van de voorgaande acties die dan gedaan werden. Ook consulaat Amsterdam. Dus waren in totaal ongeveer 14 man die wij als vrije aftocht gingen eisen. En hadden jullie contact met de kapers in de trein? Wij hadden contact met de kapers in de trein via een veldtelefoon. Oké, en waar hadden jullie het dan met elkaar over? Dan bel je elkaar en dan zeg je, hi met Tom, en dan? Ja, nou, wij belden elkaar en Max was Max met de achternaam? Max Papilaya. En Max was eigenlijk een leider die echt leiderschap betoonde in rust. Hij, geen geweld, niks doen. En Max was bij jou of Max was Max in de trein? Max zat in de trein. En wie was jullie leider? Bij ons was de oudste is Isaac en daarna volgde Willem, ouwe noemen, en Gustav en ik ben de jongste. Maar we luisterden altijd van huis uit al naar de oudste, dus Isaac was de leider. Ja. En dat wist Isaac ook? Dat wist Isaac ook, ja. Ja. En ik begreep, want ik heb, ik begreep ook dat, en corrigeer me Tom als ik het niet goed zeg, dat jij ook eigenlijk een van de meest agressieve was. Dat werd beschreven, maar dat was ik ook. Maar dat ik ook omschreven werd, dat ik de kinderen schopte en sloeg, kan ik me niet meer voorstellen. Tenminste, niet in die hoedanigheid toen ook. Maar ik was wel in staat, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Ja, want je zegt, je had een versteend hart. Ja. En zelfs als je een school binnenleeft, binnenwandelt, waar zo het leven zich laat zien. Hè? En die kinderen die allemaal denken dat het leven voor ze ligt. Ja. En dat kon je niet proeven. Je had alleen maar een soort blinde wraak. Of een blinde, zo van, ik sta in mijn recht om dit te doen. Ja, ja. En wanneer, maar de vraag heb ik nog niet eerder gesteld. Een aantal anderen ook niet. Maar waren jullie van plan om daadwerkelijk ook een aantal kinderen om te brengen als het erop aankwam? Nee. Troeven alleen maar als troeven. Maar ja, troeven is een ruim woord, ja, hè? Maar anders hadden we ze ook nooit losgelaten. Want zij waren als eerste uit de school gegaan. Maar dat was ook omdat ze ziek waren, begreep ik. Ja. Dit is eigenlijk een stuk wat wij dan beseften, dat wij tegen een staat gingen vechten. We voeren een oorlog. Want het was wel frappant dat velen ziek werden, maar wij werden ook ziek door het eten. Dus dan weet je ook, in de oorlog, dan is alle dingen geoorloofd. Ja. Ja. En droom je er nog wel eens van? Nee. Ik heb er ook nog nooit over gedroomd. Maar als je er nu zo over praat en ik vraag je van, goh, je loopt de school binnen. Ja. Zie je het dan voor je of heb je het ergens, op het moment dat je het vertelt, zie je dan de beelden? Ik zie de beelden nog voor me. Waarvan ik eigenlijk vroeger beïnvloedde de omstandigheid mij. En nu is het heel anders. Nu weet ik dat ik de omstandigheid ga beïnvloeden. Dus ik heers erover. Niet dat datgene mij... Die trauma's, dat waren vroeger omstandigheden die mijn leven bepaalden. En die ook veroorzaakten de consequenties van wat ik dan tot daar ben overgestapt. Ja. Nu is het anders. Dus als ik nu terugblik naar datgene van naar de kinderen, daarom heb ik ook de stap ondernomen om toen ik hoorde dat ze nog getraumatiseerd waren, toen nam ik de stap van dit kan niet meer. Ja toch? Ja. Nee, en je zei van toen als ik terugkijk naar de kinderen met de blik nu, dan wat zie je dan? Ik zie dat nog velen van hun nog in die trauma's zijn. En in feite een getraumatiseerde iemand, die kan alleen maar trauma's doorgeven. In feite, als een getraumatiseerd persoon,
heb ik wel mijn doel bereikt om mijn trauma's over te dragen. Maar dat klinkt dan niet als een heel fijn doel. Het is niet als een heel fijn doel, ja toch? Ja. Maar het is een moment eigenlijk in de hele geschiedenis van ons... Dan dat wij terugblikken in de vele trauma's die, dan, die al die mensen hebben opgelopen. Maar als je gewoon als Tom van nu ernaar kijkt, schaam je je dan? Ik schaam me niet daarvoor. Maar wat ik wel kan doen is helpen om ze van de trauma's af te krijgen. Maar is dat jouw plek? Is mijn plek om ze te helpen? Nou, is het jouw plek om te zeggen van... ik schaam me niet voor hetgeen er gebeurd is... en ik ga ze wel van de trauma's afhelpen? Daar zit voor mij iets geks in. Ja, precies. Dat was wat vroeger haat was, is nu liefde geworden. Ik ben van die trauma's af... en nu zie ik dat ze nog in die trauma's begeven. En dan wil ik ze tegemoetkomen om daarin ook... te helpen om ze van die trauma's af te krijgen. Weet je, ik zou gewoon denken, zout en end op. Want ik heb even, jij hebt mij... Stel dat Geert mijn kind geweest zou zijn... Ja. Die niet in staat is om... en Geert, misschien doe ik je tekort, maar... die een bepaald lot aantreft van vier jongens... die een soort innerlijk besluit hebben van... wij gaan dit doen. En iets, jullie besluit, heeft geleid tot een gemankeerd leven van 104 kinderen. Dus waar ik op blijf hangen is van, goh, ik schaam... Want heb je vergiffenis gevraagd aan de kinderen? Ik heb de kinderen vergiffenis gevraagd, ja. En heb je de ouders ook kunnen aankijken? Geert, de moeder wel. Ja. Ik ben bij Geert thuis geweest, bij zijn moeder. Ik kan het mij best voorstellen dat ze het moeilijk hebben... Ja, toch? Dat de moeder ook, die zal er denken van, Piet, ja. Die zit hier bij mij. Ja. Ja, toch? Die heeft mijn kind dat aangedaan. Dat kan ik me best voorstellen. Maar hoe zou het zijn als iemand als Yunus, hè? En hoe heet jouw broer? Levi. Als, dan komt iemand binnen, hè? Die zegt, Yunus en Levi, 9 en 10 jaar oud, zitten ergens op een school. En de Al-Qaeda, of wie dan ook, zegt van, ik heb recht... om deze school te gijzelen. Want ze zijn, welke reden er ook gegeven wordt. Hoe zou jij dat als ouder, hoe zou je daar nu naar kijken? Ik zou als ouder net zo reageren als de ouders van de kinderen. Ja. En, wat is... en misschien nog erger. En wat is nog erger? Nog erger is dat ik dan daar binnenkom. Op wat voor manier dan ook. Omdat? Mogen niet aan je kinderen zo komen. Ja. Wat een dubbele... Ja, ja. Zeker. Dat, ja. Ik vind het wel... Als ik, daarom zeg ik, dit is maar een fractie in een leven hier in Nederland. En als ik al die andere dingen opzom... van wat mijn hele... Dat hele 12.500 man, ze waren allemaal getraumatiseerd. Ja, ja toch? Niet om het recht, dat moment. Dan eis ik dat recht van... hé, jullie doen mijn volk dit aan... Nu eis ik het ook van jullie terug. Maar heb jij wel, tenminste, zie jij in dat het een zeer destructief recht is geweest? Ja, tuurlijk. Tuurlijk zie ik dat het zo is. Maar het is nu anders. Door een hele andere houding. Van jou? Voor jou is het anders? Voor mij is het anders. Ja, maar voor... Want er werden natuurlijk de grappen gemaakt in die tijd... dat je als Molukker hele treincoupés voor jezelf had... omdat niemand naast je ging zitten. Ja. En dus de Molukse gemeenschap heeft ook een soort kleur gekregen. Kijk, er zijn toch de grappen van... ben je met de trein? En dus je hebt ook iets gedaan met het imago van de Molukkers. Dus wat Yunus net opende met... De Molukkers waren de koningskrijgers. Of er is zelfs een boekje met een lofzang over de Molukkers. Ja. Daar doe je dan ook wat mee. Ja, zeker. Het was een... dat was een daad, zeg maar, waar wij helemaal niet eens mee rekening hebben gehouden... hoe de consequenties daarvan zijn. De tijd is bij ons stil blijven staan. In de gevangenis, 77. En dat bleef gewoon in de gedachte gaan.
Maar de ontwikkeling buiten ging door. Het leed wat daar toen door ons is veroorzaakt, hebben we helemaal geen know-how van. Zelfs bij mij binnen in het familieleven, ik heb er nooit bij stilgestaan. Nee. Ja, René, ik ben gewoon even stil, want ik moet ook denken. Want jij zei toen de tijd, in het eerste ontmoeting die we hadden, zei je ook van dat je herinnerde je altijd zo'n liedje. Het liedje waar ik toen, wat ik zo prachtig vond, wat je ouders zongen. Ja, wat we net zongen. Wat we net zongen. Ja. En dat was het liedje wat ook het heimwee naar de Molukken aangeeft. Ja. Wat kan je iets zeggen over de betekenis van dat liedje? Nou, misschien moet ik dit eerst vertellen. Voordat ik wegging, voordat wij gingen gijzelen, toen zong ik dat lied waar mijn moeder bij zat en mijn tante. Maar het was meer een verwijt eigenlijk aan mijn moeder en mijn tante eigenlijk van hoe konden jullie zo stom zijn om hier naar Nederland te komen? Want dat liedje ging dat ze spijt hadden omdat ze een keuze hebben gemaakt, zijn ze ergens anders terechtgekomen en nu verlangen ze terug naar de Molukken. En kan je die eerste vier regels dan eens zingen? Beta belayar jauh dari Abone. Di sana baru beta. Ya di sana is tanah orang. Ya toch? Ja. Is hier in de vreemde. Dan ben je gewoon geflipt geraakt. Ja. Ja toch? En dat ze dan verlangen naar de Molukken terug te gaan. Ja. Ja. Maar ik neem aan dat jouw moeder en jouw tante niet wisten dat je dat zong. Wisten ze niet. Nee, dat wisten ze niet. En wist je nog even als laatste, voordat ik het woord weer aan Yunus geef. Weet je wat de reactie van jouw ouders is geweest op het moment dat het bericht in de kwam dat er een school gegijzeld was? Ja. Waren zij verrast doordat jij daarbij betrokken was of niet? Ik denk dat mijn moeder al wist dat het zo ver zou komen. Omdat? Ja. Mijn gedrag zal blijkbaar mijzelf hebben verraad bij mijn moeder, zeg maar. Want toen ze het bericht hoorde ik van mijn broers en mijn zusjes. Toen zij het hoorden op nieuws, toen liep ze 10, 20 keer bijvoorbeeld de trap op en af naar de zolder. Want ik sliep op zolder. En toen brustte ze en wist ze dat ik bij betrokken was. En wat zeiden je broers en zussen? Ik heb nooit wat van gehoord. Ja. En zijn ze hier vanavond? Mijn zusje is hier. En verder heb ik nog niet gezien wie er allemaal zijn. Nee. Ja, wel veel familieleden. Ja. Ja. Oké, okay. Yunus. Hallo, met Yunus. Hey, met Harm van Camera Casting. Spreek ik met Yunus Paul Naya. Ja, Yunus, luister. Voor een nieuwe film over de treinkaping van 1977 zijn we op zoek naar moeilijkste acteurs. En we vroegen ons af, kan jij misschien auditie komen doen? Ja, tuurlijk. Wanneer? Morgen, 1 uur, op ons kantoor. Ja, is goed. Zie ik jullie morgen. Oké. Ja, dag. Yes! Nou, 1 uur. Ik heb 24 uur om voor te bereiden. Ik ga naar de boekenkast, pak boeken eruit, lezen. Zoek op internet naar filmpjes die me inspireren. Taxi Driver, Robert De Niro, ken je allemaal? Ja? Hey, talk to me! Ik doe het ook. Check. Dit is de klapping, opstaan! Of, check. Opstaan. Opstaan is de klapping. Opstaan, jij ook. Opstaan. Opstaan! Ineens is het 3 uur. Vet moe, ga slapen. Oh. Oké, morgen. Ik ga er naartoe. Ik pak de trein. Check, dit is kapping. Opstaan! En dan? Iedereen in 1 coupé. En dan? Vrouwen scheiden van de mannen. Houden we beter overzicht. En dan positie innemen. En dan leveren we onze eisen in. Dan weten ze wat we willen. En dan heb ik de rol. De volgende dag, ik ga auditie doen.
En ik doe alles wat ik heb voorbereid. Tjak, tjak, dit is kapping, opstaan! En wat denk je? Deze moeilijker gaat een kaper spelen. Want dat kan ik. Ja, toch? Nou, diezelfde week kleding doorpas in Amsterdam. Dus ik kom daar allemaal bekende mensen. Jos, Amboena, Gerson, jongens die ik ken. Die zitten in veel meer films. Dezelfde regisseur, Handro Smitsman is er ook, van de vorige film. Bekende mensen, Terence Scheurs, Martin Schwab, dat is die bruine van Baantje, die zit er ook. Visagistes, kleedsters, allemaal bij elkaar. En ik kom daar... Oh ja, sorry. En ze zeggen van, hey Yunus, kies iets uit waarvan je denkt, dat past bij jou. Nou, dus ik loop daar rond en ik denk, weet je wat? Een tuinbroek. Ja, best wel 70's, toch? Dus, zo dan. Zo, 70's. Ja, en het is daar een tafel met 5 fotoalbums met allemaal foto's erin van mensen uit die tijd. Dus ik loop er naartoe, pak er eentje, doe ergens random een hand tussen, ik sla hem open en het eerste wat ik zie is... Het is zijn vader, zegt Josh. Zijn vader? Cool, man. Andro vindt het cool. Vindt het niet zo cool. Ik wist het niet. Ja, nee, ik wist dit wel. Maar ik heb het nog nooit zo gezien. Ik herken hem meteen, hè. Ik lijk op hem. Grove kop, opvallende neus. Donker haar. Zou ik het ook doen? Telkens als ik thuis kom, zit hij op de bank. Blanda balastai voor bike. Dat betekent stank voor dank. Ik wil dat dit verandert, ik wil geen tranen zien. Mijn vader was een jaren trouw, is dit wat hij verdient? Ik heb niet meer geslapen, in mijn eigen bed. Ik slaap eigenlijk al dagen niet en dat komt door de stress. Vandaag sta ik op, neem het heft in eigen hand. Ik doe het voor mijn vader en voor een vrij land. Is een andere dag. Is een andere dag. Een andere dag. Maandagochtend. Goed weekend gehad. Spelen in de zon en met mijn vriendjes in bad. Vandaag weer naar school toe. Vandaag hebben we gym. Ik kan niet meer wachten. Ik heb er zoveel zin in. De maandagkring is over. Ik heb mijn gymkleren al aan. Zodat ik straks in de gymzaal meteen klaar kan staan. Want vandaag spelen we trefbal. Dat kan ik heel erg goed. Het liefste wat ik doe, is een andere dag, is een andere dag, een andere dag.
Waarom zeg je niets, pap? Ik hoor niet wat je zegt, maar ik denk dat ik het snap. Ga nou niet zwijgen, zoals jouw vader deed. Ik luister en wil begrijpen waarom jij deed wat je deed. Weet je wat ik zie? Een beschadigd kind vol verdriet. Maar wat je bij je droeg, pap, is wat je bij de kinderen achterliet. Weet je wat ik zie? Ik zou jou graag willen uitnodigen. Ja. Geert, jij was een van die kinderen die toen in 1977 's ochtends opstond en dacht, ik ga lekker gymmen. Ik ging naar school, ja. Alleen ik had me verslapen. Mijn moeder heeft me dus gigantisch gepoest om naar school te gaan. Ja, en dan zit je op school. Weekendkring. Wat heb je in het weekend gedaan? Ja, en dat is maandagmorgen. En dat is een maandagmorgen? Dat is een maandagmorgen, ja. En kan je vanuit jouw perspectief schetsen wat er toen gebeurde? Heb je die beelden nog? Ja, die beelden heb ik nog wel. Het was maandagmorgen 9:15, 23 mei 1977. En toen kwam een van zijn kameraden kwam binnen en die zei tegen de juf... U moet meegaan met de kinderen naar de aula. Ik mis het even. Je zegt een van zijn kameraden kwam binnen en zei tegen de juffrouw... u moet meegaan naar de aula. En hadden jullie toen als kind al door dat die man niet helemaal in de klas hoorde? Ja, maar het gebeurde wel vaker dat er een ouder van een kind binnenkwam... om te zeggen dat of ziek of te laat of wat dan ook. Maar deze die kwam met een andere boodschap, want wij moesten mee naar de aula. En onze juf die zei nog van... ja, maar ik ben aan lesgeven. Ik heb met jou niks te maken. Wat is er van? En toen ging onder de arm door, ging er een pistool zo op haar arm. En hij zegt, je gaat nu mee naar de aula met de kinderen. Ja, en toen gingen we. En hadden jullie als kind dat pistool onder die arm ook gezien? Ja, die zag je zo was stiekem er onderweg kwam. Ja. En hoe oud was je toen? Ik was 9 jaar. Ja. De jongste kinderen waren 6 en de oudste waren 12, 13. De jongste kinderen waren 6? Ja. Maar dan kom je in zo'n aula aan met nog 105, het waren 105 kinderen? We waren in totaal met 105 kinderen, ja. En was er paniek? Wat was er, kan je beschrijven? Er was heel veel stress, gevloek, getier, want jullie zaten vol spanning op dat moment. Gaat het goed? Lukt het om die kinderen onder de duim te houden? Wij kwamen binnen in de aula en op het podium zat Willem, dikke Willem zoals wij hem noemen. Die had een stengen op schoot en voor hem lag een handgranaat, nog een pistool. Er werd gevloekt, getierd, gordijnen moesten dicht. Er werd geschreeuwd om kranten, want de ramen moesten dichtgeplakt worden en we moesten onze bek houden. Ja. En maar herinner je nog wat je zelf ervoor? Was je bang? Je zit met veel ongeloof zit je te kijken. Je zit echt om je heen te kijken, zo, wat gebeurt hier? En ondertussen merk je ook wel die stress, die spanning die er heerst, die merk je. Ik bedoel, je bent, ja, een kind is gevoelig, maar dat merk je heel goed. En ook de dreiging wel, en dat werd ook daar direct wel duidelijk gemaakt, dit is een gijzeling. En jullie moeten doen wat wij zeggen. En dat was zitten, blijven, bek houden en klaar. En dat bek houden is iets wat jij nu gebruikt of dat werd ook echt zo gezegd? Dat werd ook echt zo gezegd. En wanneer heb je dan nog zoiets van, we gaan straks wel weer naar huis? Het is zo, die volwassen mensen gaan het wel met elkaar oplossen? Nee, het overkomt je. Je denkt helemaal niet na eigenlijk. Het klinkt heel raar, maar het overkomt je. En dan, je moet blijven zitten. Je mag niet te veel bewegen, je mag niet lopen. Je zit te wachten.
En alleen maar stress. En hoe is het dan nu voor jou om naast... Ik weet dat jullie vaker... Maar hoe is dat dan om nu naast Tom te zitten? Had je dat... Hoe is dat? Prima. En wat zorgt ervoor dat het prima is? Ja, wat zorgt ervoor dat het prima is? Door met elkaar te praten. En wanneer is dat eerste praten begonnen? In 2007, toen gingen we bij mij de telefoon, want er was een stichting, de school van Boven Smilde. En daar de voorzitter van, die belde mij en die vroeg als ik iemand wist die een interview zou willen geven met een kaper. En dan een lotgenoot, zeg maar, die daaraan mee zou willen werken. Want de journalist wilde een kerstspecial maken. Goed voorstel, goed, ja. Ja, over liefde, vrede, noem maar op. Maar ze konden niemand vinden. En op een gegeven moment zei ik van, nou ja, je hoeft niet verder te zoeken. Nee, weet je iemand? Ja, ik zie, je hebt de gek gevonden. En toen zei ze, wat zeg je? Ga jij het doen? Ik zei, ik ga het doen. En wat bracht jou ertoe dat jij zei, ik ga het doen? Nieuwsgierigheid. Pure nieuwsgierigheid. En nieuwsgierigheid waarnaar? De mens, Tom. Waarom? En hoe oud was je toen? 2007, hoe oud was ik toen? 34. En toen en dan ga je een paar dagen later of een week later. Ik bedoel, heb je vanaf dat moment erover gedroomd? Want hoe leef je dan naar het moment toe om Tom in de ogen te kijken? Nou, niet met tegenzin, echt met gewoon nieuwsgierigheid. Ik heb echt niet ervaren van hoe gaan we nou doen. Nee, helemaal niet. We hebben elkaar letterlijk afgetast op dat moment. En het mooiste was dat die journalist die vroeg, wanneer heb je Tom voor het eerst ontmoet? Ja, dat is maandagmorgen 9:15, 1977, 23 mei. Ja. En toen zei hij, ja, maar dat vraag je niet. Ik zei, ja, dat vraag je wel. Ik zei, toen heb ik hem voor het eerst ontmoet. Dit is de tweede keer. Ja. Ja. Maar waar is dan dat bange jongetje die zoveel stress had ervaren? In mezelf. Ja. Maar die kun je controleren. En hoe kun je die controleren? Of hoe geef je hem dat bange jongetje? Vraagt ook misschien wel ergens stem. Ja, maar ik heb wel zoiets van face of fears. Face of fears, ja. Ik had geleerd door mijn therapie, want ik heb best wel een zware therapie gevolgd. En het eerste wat ik moest doen was in de Molukse geschiedenis gaan bestuderen. Waarom waren ze in Nederland? Ja, weet ik veel. Daar waren ze in de klas. Het woord discriminatie kenden wij niet. Af en toe was een keer van kaaskop, koffieboon, roetmop en dat soort dingen gingen over en weer. En we sloegen elkaar eens een keer om de kop en arm weer op de schouder en we gingen weer verder. Maar ik heb die geschiedenis bestudeerd en toen had ik wel zoiets van, ja, als je zo hier naartoe komt en je ziet dan een filmpje van een wijk waar een panzerwagen door een barak heen rijdt met alles er nog in, de hutkoffer, noem maar op. Ja, dan ben ik zo'n mens, dan denk ik van ja, word je dan niet extreem? Je hebben een houden plat gewalst wordt. Word je dan niet extreem? Ja, ik kan me voorstellen dat je daar extreem op reageert. Ja. Ja. Maar is er niet iets in jou wat ook razend is? Voor mijn therapie, ja. Ja. Ik heb niet het Molukse volk gehaat, maar ik heb wel vier jongens gehaat. Ja. Absoluut. En kan je iets vertellen, Geert, over hoe die periode eruit zag toen je die vier jongens haatte? Angst. Slecht slapen. Stress. Alert. Dat ben ik nog altijd. Maar ja, gewoon continu bezig met het voorblijven van de angst dat het weer gebeurt. En wanneer gingen de alarmbellen af? Want je zegt, ik ben een zware therapie gegaan. Ja, ik heb eigenlijk al vanaf de 77 zeg maar, wel signalen afgegeven dat het niet goed ging. Maar ja, bij ons in Drenthe en vooral bij ons in het dorp was het zo van niet meer over lullen.
We hebben het er niet meer over klaar. En we lossen het zelf wel op. En als je naar een psychiater ging, dan was je gek. Punt. En wat deed jou besluiten om toch een therapie te gaan? Nou ja, ik toenmalig mijn vriendin, nu mijn vrouw, die, dat gezin was heel open en warm. En, ja, en daardoor begon ik te vertellen. En ja, je merkt wel van heel gauw gestrest, slecht slapen. Soms best wel agressief reageren op dingen die helemaal niet agressief hoeven benaderd te worden. En ja, overspannen zijn, dan weer een poosje werk, weer overspannen zijn, poosje werk. En dat gaat niet goed. En dan op een gegeven moment probeer je een bepaalde therapie. Nou ja, dat was het niet. En uiteindelijk vind je jezelf terug met een klink van de school in de hand. Omdat daar Willem Soplanit staat te wachten op zijn kind die op school zit daar. Okay, dat moet je voor mij even, want dat snap ik niet. Op een dag vind je jezelf terug met een klink. Ja. Maar wat bedoel je? Wat zeg je daarmee? Nou, ik was er aan het werk voor de gemeente, want ik ben hovenier en ik werkte bij de gemeente in de buitendienst. En we waren bij die school aan het werk. En ik heb vanaf het begin dat ze vrij waren, herkende ik de jongens, maar ze herkenden mij niet. En ik was toen bij die school aan het werk en ik zag daar Willem staan, die zijn kind kwam ophalen van school. En ik was zo ziek en ik denk, ik zal jou laten voelen wat je mij hebt aangedaan. Maar op het moment dat ik met die klink in de handen stond, ging er bij mij een knopje om en die zei, Geert, je bent ziek. Nou, toen ging het volledig mis. Toen gleed ik af naar zware overspannenheid. Ja. Maar zo dun is je grens. Ja. En wat heb je in die zware overspannenheid toen gedaan? Hoe heb je uitgereikt of wat voor hulp kreeg je aangeboden? Ik heb hulp gekregen op concentratiekampsyndroomniveau. Het schijnt dat ons trauma wel enigszins raakvlakken heeft met ja, trauma's van concentratiekampen. Ja. En als je dat zo zegt, want ik zie dat je ook geraakt bent. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Ik ben een mens. Ja, gelukkig. Ja, daarom. Toch? Ja. Ja. Wat moedig dat jij hier vanavond bent. Leuk. Leuk. Hey, even voor de duidelijkheid, het is heel leuk. Ja. Maar wat bedoel je daarmee van leuk? Nou ja, het is een levenservaring die je weer opdoet. En net wat Tom zegt, van ja, met haat maak je jezelf kapot en mensen om je heen. En als jij duizend weer kijken naar de liefde en voor elkaar en blijf communiceren met elkaar, kom je verder dan als je tegenover elkaar staat. Ja. Maar dat is zo'n enorme gap, ja, tussen, ik heb heel lang die vier jongens gehaat. Ja. Ik zag ze alsmaar en ja, ik herkende ze. Wil je ook voor mij schenken? Ja. Dankjewel. Het is belangrijk, hè? En ook even voor Tom, hoor ik. Dat doen we wel. Maar jij zegt van, goh, ik heb die jongens gezien. Ja. En ik haatte ze. Ja. En ook jij gebruikt nu het woord liefde. Wat? Want ik ga even terug naar die eerste ontmoeting. Ja. Dat je spannend vond. En dat jullie allebei een beetje aftasten. Wat waren de eerste? Dat was de tweede, hè? De tweede ontmoeting, ja. Sorry, ik maak hetzelfde fout als journalist. En wat waren de eerste woorden die jullie uitwisselden? Dat waren onze eerste woorden. Nou, we zeiden hoi Tom en hoi Geert. Ja, dat waren was de eerste. Spannend. Ja, dat was heel spannend, maar ik kan het niet mooier maken dan het is. Vind ik jammer, Tom. Of Geert, vind ik jammer. Nee, maar wat is de... had je vragen voor hem? Want jij zei van, ik was ook gewoon nieuwsgierig naar de mens Tom. Wat was de basis, de basale vraag die je had? Want je zei, nou, op dat moment hebben we niet echt die vragen kunnen beantwoorden, want de journalist die had natuurlijk de leiding. Die wilde een stukje maken over... Kerstspecial. Ja, die wou zijn kerstspecial volmaken. En ja, we zijn naar Van der Valk gegaan en we hebben met elkaar wel gesproken. Hetzelfde wat we hier nu doen. Alleen, dat ging dan over hoe je met elkaar naar elkaar keek op dat moment. En toen was ik nog niet zo ver, zeg maar, als mens zijn als nu. En, ik bedoel,
En in 2008 zijn we met een toneelstuk gegijzeld, zijn we door Nederland gereisd een paar jaar. En dat heeft ons echt dichter bij elkaar gebracht. En wat heeft jullie dichter bij elkaar gebracht? De kennis van elkaar waarom. En wat het gedaan heeft. Wat het doet als mens of als kind. Waar het meest elementaire wat je hebt wordt afgenomen, dat is zelfbeschikking. Dat hadden we niet meer. Want ik wist als kind dat ik ook niet meer thuis zou komen, want wij zouden meegaan naar een ver land met een vliegtuig. We zouden wel eerst de eerste school zijn die met een privéjet op schoolreis zou gaan. Dat wel. Hij stond ook klaar op Schiphol. Hè? Maar ja, dat weet je. En ja, die eerste avond dat je, mochten we dan televisie kijken. En dan zie je dat er nog een trein stilstaat. En het klinkt misschien heel raar, maar dan denk je wel, goh, we zijn niet alleen. Dat waren we ook niet, we waren met 105 kinderen, weet ik wel. Maar nou, en toen kwam het journaal en daar kwam een ouder op televisie. Die werd geïnterviewd door Harman Siezen. En dat was mijn vader. En 104 kinderen wijzen van Geert, dat is je vader. En toen werd ik bang, want onbewust, hè, maar jullie stonden allemaal in een hoek. En waar ik ook keek, ik keek in een rondje van een wapen. Want ze draaien zich naar mij toe en ondertussen gaat het wapen mee. En bewust of onbewust voelde ik mij bedreigd. En misschien was het helemaal niet hun bedoeling, maar voor mij op dat moment was het, oei, de televisie werd met een noodgang weggebracht. Dat was ook alweer spanning, zeg maar. En ja. Hoe is het voor jou, Tom, om natuurlijk, bedoel, jullie hebben dat natuurlijk, maar als hij zo, als jij hier voor deze zaal zit en ik zie jou zo knikken. Hoe is dat dan? En je zoon zit daar. Hè? Ja. Dat is, volgens mij is het voor het eerst dat jouw, tenminste, dat het zo dicht allemaal bij elkaar komt. Niet eerst. Oké. Okay. Wat het mij doet is het aanhoren van Geert, die dan al in een hele ander stadium zit. Maar nog velen, die begeven ze nog in 77, zeg maar. Van die kinderen. En doet je dat verdriet? Het doet me wel verdriet, ja. Zeker, ja. Je komt tot een bewustzijn, zeg maar, van wat jij hebt aangericht. In de trauma's die je zelf hebt doorgegeven aan die kinderen. Maar er gebeuren ook mooie dingen buiten de camera om. Wij waren met z'n vijven. Ja. Hadden we net een opname gehad daar bij de monument van de school. En er werd mij nadrukkelijk gezegd, Tom, geef haar geen hand. Of geef ze geen hand. En wie is ze? Dat waren twee andere vrouwen die erbij waren betrokken. Die ook gekaapt waren geweest. Gegijzeld. Of gegijzeld, ja. Sorry, ja. Maar zij, de ene, die was de dochter van de hoofd van de school. En zij was erbij. En op een gegeven moment, waar de camera erbij is, dan gebeurde er niks. Ik moest me ook inhouden. Terwijl ik toch een drang had van, hey joh, kom. Maar hey joh, kom tot, om wat te doen? Ja, om die omarming van mij te ontvangen. Dus wij gingen naar Geert de Huis en net op de oprijlaan, toen kwamen zij daar ook zitten. Eentje die had een donker bril, die dacht blijkbaar dat ik haar niet, of dat ze mij niet ziet of zo. Of dat ik haar ogen niet kon volgen. Maar tot op een gegeven moment, toen vertelde ik hen van, hey, luister, jij doet jezelf aan als je niet de stap neemt om mij te vergeven. Dan blijf je daarin. Tot op een gegeven moment, toen brak het door. Ik zeg, die trauma wat ik door heb gegeven naar jou, is nu in jouw kind. Die haat mij. En ze beaamde dat precies. Dat het ook zo is. Ik zeg, maar jij kan het doorbreken. Als jij eruit stapt om te willen vergeven, ik zeg, dan gaat het ook over bij jouw kind. En net dat moment waar ik geen hand mocht geven, toen kwam die hand naar elkaar toe. Dus dat gebeurde allemaal buiten de camera's om. En dat is voor mij eigenlijk een overwinning. Ik had mogen vertellen van, hey, die oplossing die is er. Maar het is aan jou. Maar het is een oplossing die je als kind zelf dan ervaren hebt. En kun je daar iets over vertellen? Want je zegt dus inderdaad,
op het moment dat een ouder een trauma heeft, ja, geeft hij hem onbewust door aan zijn kind. Hoe, ja, hoe heb jij dat? Wat is de reis geweest die jij daarin gemaakt hebt? De spanning destijds. Pa die staat achter datgene van waar hij dacht ook. We moeten daar naartoe oorlog voeren en dat soort dingen. Dus het bracht spanning bij mijn moeder en hem. Vanwege ze vroegen veel geld, eigenlijk ook voor ondersteuning, dat ze ergens naar het buitenland moesten en zo. Het bracht spanning bij mijn moeder, omdat ze zegt van, hey, we hebben kinderen moeten eten geven. Dus wat ben je nu aan het doen? Dus dan zag je ook eigenlijk de machteloosheid van mijn vader. Van ja, wat moet ik nu gaan doen? Want het was, je moet me even helpen in de context. Je had, jij was toen gewoon een kind. Wat was jouw leeftijd toen? Mijn leeftijd was een jaar of 7, 8. Oké, toen zag je de stress bij jouw ouders over, ja, dat er ergens een diep verlangen was om terug te keren. Ja. Er was woede en frustratie, ja, over dat er niet teruggekeerd kon worden. Ja. En dat ging jaren door. Ja. Tot op een gegeven moment. Toen ik het ervoer dat ik dat er een ommekeer in mijn leven kwam en ik zelf de Nederlanders moest vergeven, toen ik dat deed, nou, dan ik wist niet wat er mij overkwam. En waarom moest je de Nederlanders vergeven? Omdat ik nog steeds met die haat liep. Die haat van, hey, dit hebben jullie ons aangericht. Tot op een gegeven moment dat ik het begon te vergeven, ben ik naar mijn vader gegaan. En ik zei, pa, het wordt tijdje dat je de Nederlanders vergeeft. En kun je dat voor mij in het Maleis zeggen? Ja. Ik ben naar mijn vader gegaan en ik zei, hey, pa, papa moest je aanpoen, blanda scharang. Ik heb het tegen hem gezegd. Hij heeft niks gezegd, helemaal geen reactie, niks. Hij bleef gewoon zitten op zijn bed. En toen ben ik de kamer uitgegaan. Ik ben naar huis gegaan, een week later precies. Een week later belde hij me op. Hij zei, jong, dat hang door. Hij zei, zoon, kom even bij me langs. Dus ik ben daar bij hem aangekomen. En op een gegeven moment toen zei hij, we zaten aan het bed. En toen zei hij, ik heb ze vergeven. Zo, er viel een last van me af, zeg. Er viel een hele brok van me af. Want ik wist niet dat ik het al die jaren de pijn van hem droeg. En die frustraties. En al die spanning en al die afwijzingen, noem maar op wat het maar allemaal was. Maar het moment dat hij zegt dat ik heb de Nederlanders vergeven, over. En het rare nog, 2 dagen later kwam een Nederlandse jongen bij ons thuis en die begon raar te praten. Ik zeg, als je 2 dagen eerder was gekomen, was je kop eraf. Ja. Maar ik heb nu blijkbaar een keuze gemaakt, daar toren ik niet meer aan. Hey, maar en wat zorgde ervoor dat je aan je vader vroeg, papa, je moet de ouders, je moet de Nederlanders gaan vergeven? Wat was dat? Wat bracht jou tot die vraag? Die haat wat er toen destijds bij mij was, ging zo ver, zo diep. Een van mijn broers, de oudste, die is met een Nederlandse vrouw getrouwd. En de tijd dat ik dan in de gevangenis zat. Dus kwam die op bezoek, samen met zijn vrouw, met mijn moeder. Maar ik zeg altijd, jij blijft buiten. Jij komt niet binnen bij mij. En zo is het jaren gegaan totdat ik uit de gevangenis kwam. En ik bleef die haat maar koesteren. En ik bleef die haat maar dragen. En ik wees elke keer naar hun van, jullie zijn degenen die dit veroorzaakt hebben. Naar jullie ons, zijn de Nederlanders. Zijn de Nederlanders, ja. Dus de frustraties na de detentie, die was nog heftiger dan ooit. Ik begon te drinken, begon drugs te gebruiken. Enigszins om de pijn te verzachten. Maar nee, het lukte niet gewoon. Tot op een gegeven moment, toen ging mijn vrouw, die ging naar een kerk. En die zei tegen mij van, Tom, je moest maar een keertje mee. Want ze kwam lachend thuis. Ik zeg, wat zit je nou te lachen? Dus zoals ik gefrustreerd was. En toen zei ze van, ja, ik ben daar en daar geweest, je moet een keertje mee. Ik zei, ja, is goed, ik ga volgende keer met je mee. Nou, ik heb het 8 maanden lang heb ik kunnen uitstellen. En toen de 8e maand, toen ben ik meegegaan. Toen werd ik gegrepen, ja.
En gegrepen door wat? Door de liefde die ik ervoer. Ja. En het was heftig dat het zo'n ommekeer in mijn leven heeft gebracht. Dat ik toch op die manier, dat ik het ging afhandelen in die kerk, ben ik daar naartoe gegaan. Mijn vrouw die ging juist die ene keer niet mee, toen ben ik alleen gegaan. En toen werd mij gevraagd van, wie gebed wil, die komt maar naar voren. Dus het zijn zaken die ik een beetje mysterieus vind. Maar toen liep ik. Ik liep gewoon die weg om naar voren te gaan. Toen dacht ik, ik ga voor mijn familie. Ik had nooit gedacht dat het voor mezelf was. Dus ik ging voor mijn familie. Dus tijdens het lopen, toen heb ik wat ik ervoer, had ik nog nooit van mijn leven gedacht dat het ook zo kon. Ik hoorde hier aan mijn oor, jij gaat voor de kansel. Ik denk, ja, helemaal niet. Ik ga links. En ik liep verder en ik hoorde het weer. Ik was occult beladen. Zo heftig was het. Dus ik liep weer en tot de derde keer toen hoorde ik. En ik vloog eigenlijk 7 meter tot ik op mijn knieën viel voor de kansel. En toen was het voor mij over. Ik dacht, man, ik heb alles. Ik ben een alvoer en ik heb alles en niemand kan mij wat maken. Nou, toen ervoer ik die God daar. En toen was het over voor mij. Toen dacht ik van, wow, dit slaat alles. Dit kan niet. Maar het kon wel. En toen is het afgelopen met ook die haat en al die ballast wat ik met me mee had. En toen kwam ik een paar dagen later ben ik naar mijn vader gegaan. Helemaal vrij. Ja. En wanneer kwamen de kinderen weer in beeld? De kinderen kwamen in beeld toen ik hoorde dat het was in de krant of op tv, was dat de kinderen nog getraumatiseerd waren. Een van de jongens die toen destijds ook in die school was, die heb ik naar huis gestuurd. Die is hier ook aanwezig. Frankie, die heb ik gewoon naar huis gestuurd. En andere Molukse kinderen heb ik naar huis gestuurd ook. En, oh, het waren Molukse kinderen? Molukse kinderen, ja. Bruine kinderen. Ja. Ja, die heb ik toen naar huis gestuurd. Maar die wilden eigenlijk niet. Wie? Die wilden eigenlijk niet. Nee, die wilden bij ons blijven. Met de consequenties van dien, ze hadden mij eigenlijk daar later, zelfs tot op de dag van vandaag, maak ik nog een paar van die kinderen mee, van Molukse afkomst dan, die mij kunnen opeten. Ja. Heb je hen wel om vergeving kunnen vragen? Nog niet. Ik denk ook heel boven Zemilde nog niet. De Molukse wijk nog niet eens. Ja. En ik denk dat het heel gauw ook gaat gebeuren. Ja. En maakt het je wel eens eenzaam? Wat maakt me eenzaam? Nou, dat je zegt, omdat ik jou hoor zeggen van, goh, heel boven Zemilde heeft mij nog niet vergeven. Dat het dus ergens iets is van Gods. Daar heb je Tom, die ooit die 104 kinderen dat heeft aangedaan. Ja. Maar geeft jou dat een eenzame plek binnen de gemeenschap? Nee. Het geeft mij juist nu een boost om door te breken. Heel frappant is, het is een gebedspunt boven Zemilde. Ik ben er nooit binnengekomen. Ik haat het om daar binnen te komen, eigenlijk. Ik kom alleen maar wanneer het echt hoog nodig is. Maar ik besef dat het nu echt hoog nodig is. Er zijn jongens die bij mij dan hebben aangesloten, ook in mijn overtuiging, zeg maar. En die stromen nu binnen in boven Zemilde. En zij verkondigen daar ook precies exact waar ik voor sta. De liefde van de Heer. En er is zoveel bereik daar nu binnen in boven Zemilde. Terwijl er vroeger, als ik het me nog herinner, als je daar komt om te vertellen over geloof, dan word je eruit geslagen. Zo heftig was dat. Maar nu komen de jongens lekker binnen. En echt lekker met de tifa komen ze binnen. Zingen ze gewoon Molukse liederen. Kerkelijke liederen dan. En die mensen worden aangeraakt daardoor. Ja. Geert, ben je daar wel eens bij geweest? Ja, ik ben één keer bij een dienst geweest in Assen. En het heeft iets. Ik zou verder geen vraag stellen. Martine was er ook bij, mevrouw. Dus, ja. Ja.
Ja, ik blijf het zo wonderlijk vinden dat hier een wereld, een hele wereldgeschiedenis zit. Ja. En dat jij... Ja, ik vraag me dan af, gods, wat voor reis, maar dat kan ik me nooit in. Gelukkig ben ik in de positie dat ik het me niet kan inleven. Want wat voor reis maak je dan om gewoon hier te zitten, hier vanavond aan te komen? Want kun je iets vertellen over de impact? Want je zegt inderdaad, de impact, zoals je leven vandaag de dag is, hoeveel procent daarvan is de impact geweest van 77? Nou, best veel, want ik ben afgekeurd, ik heb suikerziekte. Het heeft heel veel invloed in mijn leven gehad, maar aan de andere kant... ik ben in het onderwijs terechtgekomen, omdat ik daarvoor gevraagd ben. Voor moeilijke kinderen met een hulpvraag, dove kinderen, moeilijke pubers. En ik denk, als ik niet die gijzeling niet mee had gemaakt, dan had ik ook waarschijnlijk dat werk niet gedaan. Dus ik kijk naar de mooie dingen die op mijn pad komen, zoals vanavond. Dat voel ik als een verrijking van mijn leven. En dat ik die reis kan maken, is omdat ik een concentratiekampgevangene heb ontmoet tijdens mijn therapie, die 8 kampen heeft overleefd, onder andere in Frankrijk, Natzweiler, een NN-kamp, en Nacht op Nebel. En die man die heeft mij meegenomen naar Frankrijk met jeugd, en die heeft mij geleerd om me te uiten. En ook geleerd om niet te haten. Hij zegt, als er iemand is die de Duitsers mag haten, dan ben ik het. Maar ik doe het niet. En ik ben heel veel slechte Duitsers tegengekomen, maar nog veel meer goeie. En toen dacht ik, als een man van in de 80 dat kan, waarom kan een kleine broekje dat dan niet, zoals ik, van 26 toen? Ik bedoel, er zat zoveel wijsheid in die man. Hoe heette deze man? Velo Bierman. En mijn zoon is naam vernoemd. En, wat een geschenk dat je hem op je pad hebt gekregen. Ja, dat zie ik ook zo. Ja. Ja. En door mee te gaan naar Frankrijk 16 jaar lang, ja, dan leer je het wel. En als je dan zo'n man daar ziet, die ondanks al die ellende toch nog weer menselijk is geworden. Ja, dat weet ik het niet. Ja, dus ik ga... Kijk, ik heb wel zoiets als je een... vriend maakt, verlies je een vijand. Als je een vriend maakt, verlies je een vijand. Absoluut. Ja. Ik weet er nog één, en dat is dat Desmond Tutu inderdaad zegt. Als je vrede wil, moet je niet met je vrienden gaan praten, maar met je vijanden. Klopt. Ja. En als wij het nu samen kunnen doen, voor Boven Smilde onder andere, graag. Mooi. Yunus, ik geef jou nog... Hiyo, hiyo, manutura, mete, manutura, mete, que no pela, que no e. Komt-ie!
Gaat het liedje over mij? Hoezo? Omdat je Manu heet? Ja, ja, dit liedje gaat over jou. Het gaat eigenlijk over een zwarte gevechtsheim. Maar ze bedoelen een alfoer, een krijger die opstaat. Als in slaap en opstaan? Nee. Manoué, jij zit tegen op 7 en de kinderen uit groep 8 die pesten jullie altijd. Elke pauze worden jullie gepest door de kinderen uit groep 8. En jullie zeggen niets, want jullie zijn bang. Maar op een gegeven moment is de maat vol en zeg je stop, ophouden, nu is genoeg. Dan sta je dus op voor jouw groep. Ah. Net als opa, hè? Sorry? En dat is opa toch? Ja, ik moest voor school zoeken van wie ben jij? Ging ik op Google zoeken, Ponaya, Maluku. Zag ik allemaal foto's van jouw opa, van mijn opa, van jou. Maar meestal van mijn opa. En een krantartikel met een pistool en dat hij in school inging. Ja, dat is goed. Klopt. Word ik net als opa ook een krijger? Sorry? Word ik net als opa ook een krijger? Kom eens. Ga zitten. Dus jij wil ook graag een krijger zijn, toch? Ja. Dat ben je toch al? Wie is papa's kleine Alifuru dan? Goed, rustig. Weet je, Manoué, ik ga je iets belangrijks vertellen, oké? Moet je goed onthouden. Krijger zijn zit niet in zwaaien met een speer. Of met een pistool. Of met je vuisten. Krijger zijn zit hier. En hier. Begrepen? Goed zo. Dan drink je thee op en ga slapen. Dank je. Ja. Jongen. Ongelooflijk. Kijk, ik zit gewoon even bij te komen. En ik zie dat jij helemaal ontroerd bent. Ja. En wat ontroert je zo, Tom? Ik heb een kleinkind. Een godsgeschenk. Dat mij eigenlijk nog meer doet streven naar de vrede. Dat een voorbeeld mag zijn voor die kleine. Ja. En dat we mogen leren vanuit de geschiedenis, maar dat we anders met elkaar moeten omgaan. We moeten samen de toekomst in. Ik heb Geert nodig en Geert heeft mij nodig. Ik heb jullie nodig, we hebben elkaar nodig. We kunnen veel moois maken van deze wereld. Ja, is een visie die ik aan de kleine wil geven. Ja, ik zie dat je ook betraand bent. Ja, zeker. Ja. 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 Wat? Ja, jij wil nu wat water? Wil ook een beetje voor mij nog? Ook heb nog, dankjewel. Wacht gewoon het andere inschenken, hè. Bijschenken? Maar Younes, hoe is het voor jou vanavond? Ja, het is. Ik vind het bijzonder. Terwijl ik het water, sorry. Ja, ik vind het. Ik vind het mooi. Als mens, Younes, de kunstenaar, ben ik altijd op zoek naar samensmeltingen. Van disciplines, wat je op de vloer doet, tot aan mensen bij elkaar brengen. En als ik dit dan zo zie, dan is het mooi. Ja. En als Molukkers zijnde, vind ik het nog mooier. Omdat? Wat is het verschil? Omdat er een heling in zit of zo. Je draagt de geschiedenis met je mee en je ziet dat er heling is. Herstel. Dat is belangrijk. Ja. En wat is, je maakt een onderscheid tussen het Molukse en het collectief? Ja, gewoon als mens. Ik kijk er gewoon als mens. Als mens zijnde, dan kijk ik gewoon niet naar kleur.
maar dan kijk ik gewoon naar mens, wat iemand heeft als hart, als ziel. En dat dan bij elkaar brengen, dat is al één mooi ding. Maar als ik dan kijk als de moeilijke, met een bepaalde rugzak die je met je meedraagt, dan is zo'n moment als dit is gewoon bijzonder. Vind ik mooi. Dat twee mensen zoals deze mensen hier bij elkaar komen om het recht te zetten. Ja. Ja. En als laatste, want dan sluiten we de avond af. Herinner ik me de vraag van Haroun, die ergens hier in de zaal zit, daar. Die vorige keer vroeg van, goh, voor alle Marokkaanse, Turkse, Antilliaanse, Surinaamse jongeren, hè, die zich ergens ook zo achtergesteld voelen. En natuurlijk met hun eigen geschiedenis. Maar ergens het ook zo kennen dat ze niet helemaal volwaardig worden gezien. Wat zou jullie advies zijn? Jezelf blijven. Gewoon doen, de creativiteit die heb jij in je. En laat die ook creativiteit ontwikkelen. Laat de ander jou niet bepalen. Je hebt de invloed om die ander in het positieve te bepalen. Wij werden vroeger, en ik zie hier nog vele moeilijkers die nog blijven hangen in het verleden. Maar als je blijft hangen, dan kun je nooit de toekomst bepalen. Maar als jij wil ontwikkelen, dan bepaal je al de toekomst. Dit is wat ik jou graag wil meegeven, Haroun. We hadden het vorige keer ook besproken. En het is jezelf niet minder voelen dan de ander. Je bent net zoveel waard. En dat bedoel ik als kunstenaar. Dat ik niet kijk naar kleur, maar dat ik kijk naar wat iemand heeft. Wat iemand is. Los van alle labels die we opgeplakt krijgen tegenwoordig. Maar gewoon, wie ben jij? En klik ik met jou? Klik dat, klik. Geert, hoe is dat voor jou? Ja, ieder mens mag er zijn en accepteer jezelf waar je wegkomt. Sorry, accepteer jezelf? Waar je vandaan komt, zeg maar, wat je roots zijn en ga daarmee aan het werk en zie je niet zelf als slachtoffer. Hè, want je hebt het net over die groepen, daar zien ze zichzelf ook heel veel als slachtoffer. Maar stap eruit en kijk vooruit. Ja. En je slachtofferrol is makkelijker. Dan eruit stappen. Het klinkt heel idealistisch misschien, een beetje moralistisch, maar als wij het niet doen, wie doet het dan? Je moet soms een beetje streven naar iets. Je moet ergens beginnen. Ja. 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 Dat is mooi, ik moet eraan denken dat ik vandaag de hele dag in de montage set heb gezeten voor de clip van Treintje en Josina. Ken je mij, wie ken je dan? Weet je mij beter dan ik? Ik zou zo graag één woord willen spreken wat waar en voor mij is. Dus het sluit dan denk ik, gods wat een dag, met deze mooie staart. Ik ga heel kort, want ik zie dat het tijd is. Ja Henk, ik heb nauwelijks oogcontact met je gemaakt. Hè? We gaan het later over hebben. Is er iemand die zegt, nee, ik wil nu nog een vraag stellen, anders ga ik niet goed weg? Nou, ongelooflijk. Ik heb alle vragen van iedereen zo. Ik heb geen vraag, maar ik zou bij de mannen wel iets willen zeggen. Natuurlijk. Ik wil allereerst bij Geert beginnen. Sorry, ik ga voordat je dat doet. Wat is jouw naam? Mijn naam is Ietje Pavilaya. En ik kom uit Huizen. Ja. Sorry, nog even iets harder? Sorry, wil je iets harder praten alsjeblieft? Je bent Ietje Pavilaya. Ik wil allereerst Geert zeggen dat ik geraakt ben. Ik zou niet weten wat het mij zou hebben gedaan. Wat om Tom ook al zegt, van, als het mijn eigen kind was geweest. Maar jeetje, ik wil zeggen dat ik respect voor je heb. En ontzettend trots op je ben. Ja. Dank je. Dit, maar ik heb het recht gehad hier om beter te worden. Maar u heeft wel onze harten verwoord. En dat wil ik toch wel even zeggen. Ja,
Dankjewel, Lisette. Zijn er meer mensen die nog iets willen zeggen? Of dit is het nu en morgen is de dag weer voorbij. Dus ik heb altijd zoiets, soms moet je het gewoon nu zeggen. Oh, ik sta ook, ik heb mijn camera kapot gemaakt. Nee hoor. Ja, goedenavond. Ik ben Ron Sabandar. Ik woon in Amsterdam. Sorry, ik heb het gemist. U bent Hans? Ron Sabandar. Ron, ja? Ja, mijn naam is Ron, achternaam Sabandar. Ik woon in Amsterdam. Ik zit in een gebedsgroep voor Israël. Ik ben een keer aansproken door een vrouw. En ze vroeg aan mij, ben je Molux? Ja, ik ben Molux. Dus dan, ik woonde vroeger bij Boosmilde. En ze vertelde dus over die gijzeling van die school. Ze was heel erg boos. Ze haatte Molukkers, zei ze. Oké, lang verhaal kort. Toen ging ze naar Australië. Grote reis. En in de woestijn van Australië werd ze aangeraakt door de Heer, zeg maar. Ja? En ze hoort een stem. Ze is ook bekeerd in de woestijn. Zo. Ja? En ze hoorde een stem die zei van, je moet de Molukkers vergeven. Ja? Ik heb die vrouw gisteren geappt om te komen. Maar een half uur terug voordat de avond begon, zei ze, nou, ik kom niet. Tom, zou je met haar willen spreken? Die vraag aan jou. Aan Tom, Polmeijer. Ja, Tom. Of je een keer met haar zou willen afspreken? Nou, graag. Ja? Als je vraag. Het is een hele bijzondere ontmoeting met haar. Ja. Ik zeg altijd een goddelijke ontmoeting. Ja? Dus ze wil vergeven. Ze moet gewoon vergeven. En dat is wat jij net zei vanavond. Je moet gewoon vergeven. Dat is het. Maar soms is dat mag. Je moet gewoon vergeven. Ja, gewoon, ja. Dat kan ook een soort hele. Dat is een hele lange reis voor sommigen. Ja, het is lastig. Dat lijken twee woorden die heel makkelijk naast elkaar zijn. Ja. Maar voor sommigen is dat een ongelofelijke reis waar diepe ravijnen in zitten. Ja. Dus gewoon vergeven is best. Dat is best. Ik ben Molukker. Ik ben Molukker, ja. Ja. En ik ben met deze jongen opgevoed in kamp Almere in Huizen. Ik weet wat het is om boos te zijn op elkaar, om alles te boos te zijn. Maar het enige is vergeving. Er gaan nieuwe deuren open, ja? Ja. En maar die keuze is aan jezelf. Ja, dat snap ik. De keuze lijkt soms aan onszelf, hè? Dus, en soms ben je ook gewoon onmachtig. Want dan zouden we alle mensen tekort doen. Ik ga heel even naar deze mevrouw, sorry. Ik raak nu echt, het wordt laat. Nee, ja. Mijn naam is Yvonne Bunk-Werkhoven. Ik vraag me af hoe het voor uzelf is. Ik ben evenals u half Molux, dus ik heb ook een Nederlandse vader. Of tenminste, ik weet niet of uw vader Nederlands is. Nee, mijn vader is Molux en die zit hier. Pap, wilt u even gaan staan? En ik woonde in de tijd in Assen. Ik ben in Assen opgegroeid, maar niet binnen de Molukse wijk. Dus ik heb alles wel meegekregen, maar dat toch anders ervaren, denk ik. En ik vroeg me af hoe het voor u was geweest om deze avond vorm te geven en het verhaal te horen. En ja, wat dat met u doet. Nou, hebben jullie allemaal een overnachting geboekt? Ja, nee, dat is zo'n grote vraag. Hoe dat voor mij is. Ik ben apentrots. Ik ben dankbaar. Ik ben gewoon heel dankbaar. En weet je, ik vind het ongelofelijk. Ik bedoel, maar het is ook, ik weet dat ik morgen hier nog heel lang over na ga denken. En overmorgen en de week daarna. En dat ik dit mag doen. Weet je, ik ben zo dankbaar voor de taken die ik heb. En dat ik dit mag doen en dat ik rond mag reizen. En dat ik mijn vader hier in de zaal heb en mijn zusjes in de zaal heb. Mijn zonen. Ik heb hele leuke zonen. Daar zit er één. En daar zit er één. En eentje is met een meisje uit Indonesië. Dus alles komt zo weer een beetje bij elkaar. Hè. Systemisch en handenval. Maar nee, geweldig. En oh, sorry, mijn man. Ik vergeet mijn man. Oh, ik heb een hele leuke man. Nee, dus als je zegt, hoe is het voor jou? Ik heb binnenkort ergens een interview waar diezelfde vraag wordt. En dat is in een krant. Dus dan, maar ook, joh, dan vat je het op dat moment, op die dag samen. En de volgende dag kan het weer heel anders zijn. Weet je, want elke dag is een nieuwe dag.
Graag gedaan. Ja. Dank u wel, Tom en Yunus. Ik vind de processen die zijn beschreven, vind ik geweldig. Want ik geloof dat bijna misschien de helft van deze zaal die herkent precies de processen die zich hebben afgespeeld. Ik heel erg. Daarom en dat raakt je ook, zie ik weer. Ja, ja. Ja. Daarom ook Yunus. Mijn zoon gaat door hetzelfde. Ik had net even met Krams gesproken, net hiervoor. En we hadden het ook over, zeg maar, die sandwichpositie, de tweede generatie, die heel erg trouw wil blijven aan de ouders, met al de frustraties. Tegelijkertijd zijn we verantwoordelijk voor de volgende generatie. Ja. Ik heb dus toen ook aangegeven dat het best wel moeilijk is. Want zelfs binnen mijn familie, mijn broers en zus, als wij gelukkig hebben geleerd trouwens om te praten erover, dat we soms elkaar niet begrijpen, want loyaal is loyaal. Maar als je zeg maar durft te zeggen van pa, maar hier ben je verkeerd, is het net bijna voor anderen dat je zeg maar, het is toch je vader, dat zegt toch niet. Ja, er spelen nog zulke oude hiërarchieën en loyaliteiten. En dit vind ik dus heel mooi, dus dat we dit ook gewoon openlijk als trotse vasthoudende Molukkers kunnen delen met elkaar. Maar vooral ook de frustratie van het verleden. Maar gewoon met die mooie oplossing naar de toekomst. Ja. Dank u wel, jongens. U en daarna Haroun. Ja. Ja, goedenavond. Ik ben Bram Patti. Jammer dat Boem Krams al weg is. Want ik wil eigenlijk vragen van datgene wat jullie dus vanavond hebben verteld. Nou ja, we hebben de afgelopen paar dagen, hebben we dus 25 april, dat is de meeste Molukkers dus naar Apeldoorn geweest. En mijn vraag is eigenlijk van, hoe pas je dat in? Datgene wat jullie hebben meegemaakt en waar jullie mee bezig zijn, hoe kunnen we dat binnen de Perjuangan, hoe kunnen we dat daar invulling aan geven. En wat bedoel je daar aan invulling geven? Nou goed, omdat, weet je, op 25 april wordt... De dag van de Republiek. Ja, dat wordt dus gewoon iedere jaar gevierd. Ja. Maar heel vaak hoor ik eigenlijk, of bijna altijd, hoor je eigenlijk weinig niks van. Weinig erover van, oké, wat wordt er eigenlijk gedaan? En het mooie wat zij dus hebben verteld is, wat je eigenlijk ermee kan doen. Het verleden is het verleden, dat draag je mee, maar... Je kan er ook een positieve draai aan geven. En bijvoorbeeld in Yunus, hoe hij dat doorgeeft aan zijn kind. Nou, dat lijkt me juist ook een mooi voorbeeld voor de heel veel Molukse derde, vierde, vijfde generatie. Van, oké, we hebben een verleden, maar die verleden kunnen we juist positief ombuigen om verder te gaan. En hoe zie je dat als je bijvoorbeeld, oké, er wordt nog steeds alleen maar geroepen van, ja, een vrije Zuid-Molukken, maar... Wat doe je er verder mee dan alleen maar op 25 april vieren en verder niks meer doen het hele jaar? Dat is ook een hele grote vraag. Ja. Dus die mogen jullie straks in de krom. Want snap je dat is zo'n grote vraag? Of wil je daar iets op zeggen, jongens? Ik kan heel kort. Ja? Wat ze net ook zeggen van het verleden. Waarde, geef jezelf waarde. Ik denk dat wij als derde generatie, als ik voor mezelf mag spreken. Ik refereerde altijd als startpunt naar 1951. Wat is moeilijker? Ja, wij kwamen hier in 1951. Dus als dat steeds jouw startpunt is, dan heb je eigenlijk de hele tijd de rol van de slachtoffer. Want jouw opa en oma zijn belazerd. Maar ons volk bestaat langer dan 1951. Wij zijn Alifuru. Ja, toch? Wij zijn kinderen van koningen. Koningskinderen. Als je dat als waarde hebt, hoef je niet meer in die slachtofferrol te gaan stappen. Kun je uitstappen. Hoef je niet eens met de... één keer in het jaar naar Apeldoorn te gaan, dan leef je het hele jaar, je hele leven leef je op die manier. En dat is niet eens politiek getint. Het is gewoon meer de waarde van jezelf. Ja. Nou ja, en hoor ik jou nou zeggen, maar dan vul ik het voor mezelf in, dat je hebt geen vrije republiek daar Molukken als je niet je eigen waarde kent. Het is gewoon in jouzelf. Ja, en als je een eigen republiek wil, weet dan je waarde. Wij zijn niet slachtoffers, we zijn meer dan slachtoffers. Maar wij zijn winnaars. Ja.
Vrijheid. Vrijheid is niet in een begrenzende land. Vrijheid begint in onszelf. Hier. Ja. Zit in jezelf. Ja. En je hoeft het niet met me eens te zijn, nogmaals. Maar ja. Dat is wat ik vind. Ja. Ja. Dankjewel. Ik geef het laatste woord aan Haroun. Of iemand moet dan echt heel slecht naar huis gaan. Dat is gewoon jullie probleem, hoor. Maar... Ja. Dankjewel. Hi. Haroun, kan je, want de mensen zien je ogen niet. Ja. Ik ben Haroun. Ik heb de masterclass bijgewoond waar Tom toen een sessie heeft gehouden. Ik heb toen ook kort met hem gesproken. Ik wil ook iets korts toevoegen. Ik ben 21 jaar, ik ben nog volop in de leer. Ik maak zoveel mooie mensen mee. Ik zie iedereen als een leraar. En ik heb echt geleerd van sowieso de sessie met Tom, hoe belangrijk communicatie is. Dat we naar elkaar moeten luisteren. Dat je niet alleen maar moet praten om je gelijk te halen, maar ook moet praten om naar een ander te kunnen luisteren. En ik zie dan dat er zulke mooie dingen gebeuren. En dan denk ik van ja, of je nou gelovig bent of niet, ik ben het dan wel. Maar wat in ons mens zit, dat we zo in staat zijn om mensen te vergeven en om broederlijk te worden met elkaar. Terwijl we uit hele, hele zware en hele zwarte plekken komen en uiteindelijk samen blijkbaar het licht vinden. Vind ik zo mooi dat we dat kunnen doen. Het is een lering voor ons allemaal, het is een les die we moeten nemen. En blijkbaar zitten we vol moois en veel mooier dan we allemaal denken. Het gaat allemaal zo negatief de laatste tijd. Van ja, we zijn zo slecht en alles gaat slecht. Maar dan denk ik, dit soort dingen zijn nog mooier dan al het slechte bij elkaar blijkbaar. Genoeg licht van ons allemaal. Ja. Nou, Haroun is een van onze medewerkers. Fijn, Haroun. Je mag morgen iets later beginnen. Oh nee, we hebben die ondertiteling nog nodig, hè? Ja. Jongens, ja. Super, super dank. Voor jullie, voor mijn eigen feestje. Jullie waren allemaal uitgenodigd, jullie ook. Nee, maar super fijn. Echt, ik ben onwijs dankbaar dat we hier met elkaar zijn. En ik sluit me helemaal aan bij jouw woorden, Haroun. Ik geloof dat je elkaar hard nodig hebt en ook bij jullie woorden. En dat het allemaal begint met liefde en compassie. En het zijn grote woorden, realiseer ik me heel goed. En toch zijn het de woorden waar het over gaat. En soms is het ver zoeken. Want het is soms moeilijk om liefde en compassie te vinden. Ik bedoel, ik was in november en december weer in het grootste vluchtelingenkamp in Noord-Oeganda. En daar moet je niet met dit soort teksten nu aankomen. Want die mensen zijn beroofd van alles. En toch hoop ik dat zij ook op een dag in het letterlijke of figuurlijke licht zitten. En gewoon weer een liefde hebben. En een zoon en een kleinzoon en... Want dat is ook het geschenk van het leven. Ergens klopt de liefde weer. En moeten we antwoord geven. Ik dank jullie allemaal hartelijk. Ik hoop, het is 10:55. Volgens mij zijn we iets later geëindigd dan de bedoeling was. Sorry Henk, daar gaan we het morgen over hebben. Dank je. Oké, dank jullie wel. Ik neem allemaal nog een drankje.